Bus, ja. uh, maar dat was eigenlijk allemaal nog heel feestelijk en uitgelaten. Van uh, kus, kus, kus en dat is uh, allemaal, uh, oh ze zijn verliefd en een kus. En het, dat was eigenlijk allemaal nog in een hele enorme jolige en carnavaleske uh, atmosfeer. Wat ik zo fascinerend uh, vind is hoe deze actie in zo'n setting, die op een bepaalde manier is die en heel privaat en heel publiek, eh, want het wordt gewoon ja. gefilmd, uh, uh, hoe, hoe, hoe die... Een, een, Ongelooflijk politiek-symbolische lading krijgt. Als dan zelfs de burgemeester van Amsterdam, die vrij strikt was, en de Volkskrant, nou ja, hun rol hoef ik niet te beschrijven. Als die zeggen van nou, moeten we toch een andere fase in gaan. Maar op een gegeven moment zit je in, in, een, in een narratief. Wat eigenlijk, ja, er is heel weinig vertrouwen meer in de pers, heel weinig vertrouwen in politici. En ze voelen gewoon die, die grondonderzoeken wegvallen. Welkom bij de nieuwe wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en vandaag Nieuws van de Week met Bob de Wit en Ad Verbrugge. Welkom, heren. Ja. Bob, ik keer bij Nieuws van de Week. Ik uh, zat op jouw LinkedIn, volgens mij. En um, daar had jij een reactie op de speech van Halsema. Ja. Dat was, uh, even kijken hoor, naar aanleiding van. De opening van het academisch jaar van de Universiteit van Amsterdam. Ja, eh, Vrije Universiteit, denk ik. Dat staat hier niet bij. Oké, okay, dat, dat moet kan jij best. Weten. Nou ja, ik, ik heb er gezien, ook, ook bij de Vrije Universiteit. Okay. Dus uh, ik weet niet aan welke speech uh, wordt gerefereerd, maar ja. het, zal, het zal die van de Uval zijn dan. Ja. Ja. Die klonk in één keer toch anders dan dat ik daarvoor had gehoord hoe haar mening was en hoe zij heeft ja. geacteerd, zeg maar, als burgemeester. Ja, dat viel mij ook op, ja. Uh, en dat vond ik goed nieuws, dat heb ik ook uh, in mijn post erbij gezet. Ja, misschien dat we eerst eens even ja. wat kunnen zeggen, wat, 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 waar sprak zij over? Nou, um, kijk, we hebben elkaar voor het eerst gezien in het begin van 2020. Uh, dat was het begin van, uh, van die coronatijd. Uh, en ik wat bedoel, wij je... hè? Ja, wij, wij ja. hier aan tafel. Ja. Um, en dat was in een tijd dat ik een van de weinigen was die zei van... joh, er is heel wat anders aan de hand. Uh, we zitten in een maatschappelijke crisis... En heel veel mensen zaten nog in een, uh, in een angstcrisis, uh, ze waren aan het overleven. Nou, dan zag je het hele systeem, uh, zowel de journalisten die gingen ermee, hè, van het is gevaarlijk, er moet afstand en, en dat soort dingen. Uh, en burgemeester Halsema was natuurlijk wel een van de, van de fanatieke burgemeesters die alles wilde handhaven. Dus daar kwamen uit, uit het publieke en dat journalistieke gremium uh, kwamen duidelijke boodschappen. Dames en heren, je moet je aan de maatregelen houden, dat is, het is heel gevaarlijk allemaal. En toen wist ik al lang dat het heel wat anders was. Dus zo ben ik ook hier terechtgekomen bij jou, bij heel veel andere plekken en zo. En wat je ziet is dat afgelopen drieënhalf jaar, heb ik het heel erg kunnen volgen... dat de stemming daarover enorm veranderd is in die drieënhalf jaar. Ik zeg altijd van iedereen heeft zijn eigen ritme, zou je zeggen. Dus de ene die ziet het meteen en de andere die, ja, die ziet het nog steeds niet. En andere mensen die beginnen zo langzamerhand wel te denken van er is wat anders aan de hand. Nou als je nou typisch de Volkskrant... Die, die er iets over zei, we moeten wat, wat meer openheid over mensen met andere, met andere uh, invalshoeken. Dan moeten we maar eens een keer gaan praten of zo. De volkskrant, nota bene. Uh, en burgemeester Halsema van Amsterdam. Nou, uh, ook ik die... vond dat zij vrij hard optrad ook bijvoorbeeld tijdens ja, demonstraties. Die, ja, dat en vond ik ook. Ik vond haar dat ik tegen dacht van, poeh, dat had ik niet van haar, van haar gedacht. Uh, maar nou, misschien ja, heb ik daar verkeerde perceptie nou, van ja, af je... gehad, maar... Nou, ik, ik, ik ken haar natuurlijk niet heel goed. Ik ken haar helemaal niet persoonlijk. Maar inderdaad viel het wel op van alle burgemeesters die bezig waren. Zo was, was hij wel een van de meest strikte en, en vergaande. Ik heb me wel aan uh, overbaasd, Net zoals ik me verbaasd heb dat, uh, dat zeg maar, mainstream media geen enkele interesse toonde in andere geluiden. Want ik was binnen drie maanden had ik overal aan tafel gezeten, behalve bij de mainstream media. Nou, En als ik nou zo'n bericht lees, dat half ze maar denkt van... nou, we moeten maar eens even met anderen gaan praten... Als de van zegt van, goh, moeten. het om een andere Maar even, want wat zegt ze? Want, hè, want Ad heeft ja. niet gemist, dus even, ja. wat zegt ze? Nou, zij zeiden van, we moeten maar eens even het, het gesprek aangaan met, met, met verschillende wetenschappers om het gesprek aan te gaan. Nou, het feit dat je het gesprek aan wil gaan en ook mensen met een andere invalshoek de ruimte hm. wil geven. En dan heeft ze het wel weer over de, ja, de, de, de usual suspects in haar geval. Maar als je dat openzet en komen er komen meerdere mensen worden uitgenodigd om mee te gaan praten. Uh, dus ik heb ook daar een open uitnodiging gezegd. Van nou, bel me maar. Uh, ik heb er wel uh, wat verstand van. Ik ben er al tien jaar mee bezig. Hè. Ver voor die crisis wist ik al wat er aan de hand was. Dus lijkt me wel interessant. Dus ik had een open, ze hebben overigens niet gereageerd. Maar, maar ik vond het wel goed nieuws. Omdat uh, zo langzamerhand zie je steeds meer groepen. Hè. Het wordt eigenlijk mainstream om te weten dat er hele andere dingen gaande zijn. Mensen voelen dat in het begin intuïtief aan en later uh, zie je steeds meer mensen. Nou, en als dan zelfs de burgemeester van Amsterdam, die vrij strikt was. Uh, en de Volkskrant, nou ja, hun rol hoef ik niet te beschrijven. Uh, als die zeggen, nou, moeten we moeten nu toch een andere fase in gaan. Ja, dan kom je echt wel een, een, een mainstream uh, uh, groep ga je dan bereiken. En dat vind ik heel goed nieuws. Uh, je kan het op twee manieren denk ik zien. Hè. Ik denk dat, dat, dat ook mensen die het wat eerder zagen... die eigenlijk een beetje boos en verbolgen zijn. Zo van, ja, jezus, kom je nu eens aan na nou, drie, drie jaar plus... Aan uh, de andere kant kan je zien naar meer wat jij zegt, van dan komen we eigenlijk weer op de plek van verbinden terecht. En volgens mij moeten we daar toch weer starten om samen verder te kunnen. Zeg maar. nou, ik denk wat zij heel goed aanvoelen, maar dat is mijn interpretatie ervan, uh, is dat dat strikte narratief, dat overheidsnarratief, is gewoon niet meer vol te houden. Je, je gaat er gewoon onderuit. In het begin zaten mensen in de angst. Uh, en dan, dan lukt dat wel. Maar op een gegeven moment zit je in, in een. In een narratief, wat eigenlijk. Ja, er is heel weinig vertrouwen meer in de pers. Heel weinig vertrouwen in politici. Uh, en ze voelen gewoon die, die grondonderzoeken wegvallen. Ja, en je ziet ze dan schuiven. Ja, misschien moet ik toch wel eens eventjes het gesprek aangaan. Uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk wat er is. Nou, dat betekent eigenlijk dat, dat de mensen die er toch wat breder tegenaan kijken. die denken dat het toch een beetje anders zit. Uh, dat, dat die gro groep zo groot begint te worden. dat dat niet meer met dat kleine narratief. Uh, onder controle te houden valt. Dus het is echt een, een nieuwe fase. Hoe zie jij dat dan? Ja, ik, ik sluit daar wel bij aan. Uh, het is natuurlijk een, uh, inderdaad een uh, culminatie van uh, ontwikkeling die inderdaad, ja, al vele jaren gaande is. Uh, het is niet toevallig dat in deze periode ook een aanzienlijk deel van uh, de, de gevestigde orde... en binnen de politieke, landelijke politiek uh, uh, toch besluit uh, de, de pijpan aan Maarten te geven... Ja, dus niet, uh, niet alleen Rutte vertrekt, maar natuurlijk een hele stoet van de, de oude garde, om het zo maar te noemen. Ja, gewoon heel even tussendoor citaat. Ad, dus hier zegt, ze noemde de regel van de coronapandemie uh, buitengewoon discutabel en aangezien er geen enkele informatie beschikbaar was over het effect van de avondklok klok op het gedrag van mensen. Mensen die gronde bezwaren tegen de verregaande vrijheidsinperking hadden, werden vervolgens gedisqualificeerd als ontkenners van de ernst van het probleem. Het is niet gek dat dit tot een groot wantrouwen leidt. Ja, ja ik val er oh, ja. wel een beetje van mijn stoel. Nou nee, absoluut. Ja, bedoel, het zou, zou zo uit mijn boek genomen ja. kunnen zijn. Uh, nou ja, op maar, bo boek van of Bob. Of van Bob ja. Zo schrijft hij 4.0, jouw boek, De Gezagscrisis. Ja. Nee, maar um, het, het is wel zo dat zij natuurlijk samen met uh, wat collega's al in die eindfase... toch ook uh, zich actief, um, ook de, middels een brief... Uh, heeft uitgesproken tegen het, uh, het, kabinets, het stringente kabinetsbeleid. Hè. Dus daar zag je al een soort spanning ontstaan tussen laten we zeggen, mensen op lokaal niveau... die veel meer de concrete gevolgen zagen van de maatregelen voor, voor ondernemers, voor de bevolking... en ongetwijfeld ook gewoon meer contact hebben hè, met uh, ja, de mensen om wie het uiteindelijk draait. En dat is natuurlijk toch hoe het went of keert... Dat zijn bij uitstek natuurlijk de burgemeesters, de gemeenten. Daar zie je gewoon wat, wat mensen ondergaan. Dus je zag al aan het einde van um, ik, ik, die coronacrisis, of, of tegen, ik denk dat het zo 21, 22 was. Dat er, 22 kwam volgens mij die brief naar buiten hè, van die burgemeesters die zich echt uh, actief uitspraken daartegen. En, um, dus ik, ik, ik vermoed dat ook bij haar uh, al, al langer dat sentiment leefde, als ik, als ik eerlijk ben. Hè. Um, de vraag is natuurlijk, waarom kom je er nu mee naar buiten? En dan hebben we het wel een beetje over de wisseling van de wacht. Uh, ik, ik heb echt het gevoel dat uh, de, 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 de landelijke politiek is aan het schuiven. Maar je ziet dus dat er een nieuwe, uh, nou ja, ook, ook bijvoorbeeld de lezing van uh, Omtzigt. Hè, de Winnenhof-lezing, maar eigenlijk ook uh, een Torbecker-lezing. Ook andere boodschap, uh, BBB komt uh, op. Dus iedereen voelt dat, uh, uh, ja, dat er een andere wind waait. En in die zin vind ik het nu ook makkelijk gezegd. Hè. Dus in die zin stem ik ook wel uh, in met mensen die dat, die kritiek uiten. Want het is natuurlijk uh, toch wat anders wanneer je in 21 gewoon je stem verheft. Ook als uh, gezagsdrager. En nee, daar... of in 20. Ja, even... ja, nee, nee, maar goed. Hè. Laten we even... Uh, dus... nou, dat ik. Dus... ik zou je een leuk voorbeeld ervan vertellen. Um, want ik heb natuurlijk al de afgelopen 3,5 jaar... dat het allemaal mee te maken. Ja. En mensen op mij reageren. Nou, in het begin... Er stond de gang bij de rector helemaal vol met mensen... die, die, die snapten het niet. dat niet. In heel... Nijrode dan? Of... Ja, ja, op Nijrode. En dat is nu heel anders. Hè. Dus, uh, ja. En, en ja, deze week kreeg ik nog zo van... nou ja, je was er snel bij... en, uh, en goed dat je het volgehouden hebt. Ik kreeg er zelfs een compliment daarvoor. Ja. Ik He, krijg er omdat... een beetje kippenvel van, echt waar. Nou ja, kijk, het is, het is... Ik wist kijk... niet dat het zo hard ineens aan het draaien was. Ja, het is echt... Ik, ik voelde ja, op alle nou, manieren dat voel dan aan het draaien ja. en, en het is ja. inderdaad wel... dat moet ik toegeven... Uh, ik had ook niet verwacht, dat, toen ik in 2020 vertelde: joh, Dames en heren, dat zit een beetje anders. Hè? Dat is gewoon, ik had gewoon onderzoek gedaan, ik had er een idee ja. over uh, en ik vertelde gewoon zo, kijk er tegenaan. Ik had ook niet verwacht dat ik zoveel tegenwind zou krijgen. Ik dacht dat ik, nou, ik heb het goed onderzocht uh, ik heb een redelijk verhaal volgens mij. Ze zullen wel gaan luisteren. Nou, dat was helemaal niet zo. Uh, en door, door de angst van heel veel mensen uh, keerden ze zich ook tegen mij. Nou, ik ben gewoon doorgegaan. dat maakt me ook helemaal niks uit wat, uh, wat mensen van me vinden. Uh, en, en dan zie je toch die, die dat je ja. een beetje omdraaien. Dat hoort ja. bij deze tijd, dus omslagtijd. Ja, zeker omslagtijd, maar ik, ik, tegelijkertijd ben ik ook wat sceptisch, uh, omdat ik denk dat de, de uiteindelijk, laten uh, ja, we zeggen, het, het, het fundament waar dit op rust, toch, toch nog heel uh, broos is. En uh, wanneer er iets anders de kop opsteekt, zou het zomaar weer uh, om, om kunnen slaan. En uh, ik, 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 ik vraag me af hoe fundamenteel we nou geleerd hebben van de afgelopen periode. Ik twijfel daar zeer aan. En ook als je kijkt nu naar de discussie rond uh, Oekraïne of het gebrek aan de discussie uh, daarover. Uh, ja, dan, dan zien we wel eigenlijk de, de, dezelfde dynamiek. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd hoe we hier over twee jaar uh, onze rol in het uh, Oekraïne-conflict uh, gaan uh, evalueren. En dat gaat niet over Poetin is goed of fout. Maar gewoon wat gebeurt daar? Welke rol spelen wij zelf? Uh, en, 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 en wat voor verwachtingen uh, scheppen we eigenlijk. En welke verantwoordelijkheid nemen we daar binnen ook aan. Dus ik, ik, euh... En er komen er nog wel een paar aan. Hè? Ja, nee, er komen er, er, er nog aan. Maar je ziet ja. hetzelfde met klimaat, daar valt ook helemaal niks over te zeggen. Ook dat zijn we vinden die, die onderzoek ik dan gewoon. Uh, en dan breng ik wat in. Ja, dat mag ook niet. Dus je ziet dat, dat hè, je moet, moet, moet luisteren. Hè? Dat is ook ja, ja. een beetje waar omzicht naar naar geweest. Ja, die, 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 Dat collectivisme speech. is enorm sterk. Ja, een hele goede spraak. Fantastische. Die ja. zeggen: we gaan naar een totalitaire staat. Zij willen gaan bepalen wat je mag zeggen. Zelfs in Europa is een soort censuurministerie opgericht of zo. Mm. En, en we... Ja, de DSA hebben we ook nog, hè? Dus die, die, die Digital Service Act. Ja. Dat is, uh, ja. Dus nee, dat zijn best wel zorgwekkende ontwikkelingen. Ja, wie, dus... Hij zegt wie controleert nou wie? Je hoort ja. de burger moet de staat kunnen controleren. Ja. En, uh, en het is nu omgedraaid. De staat controleert de burger. En dan leef je eigenlijk niet in een democratie. En, nee. En dan word je neergezet met een narratief dat je, ja, of een wappie bent, of misinformation. of ja. wat nu ook nog volgens mij in de wet verankerd is in ja. Europa, als ik het goed heb. Ja, het is in de wet verankerd, maar je, je ziet dat. Nou, dat vond ik ook heel mooi van het van het verhaal van Omtzigt. Ik vind, ik vind zijn dossierkennis uh, en zijn feitenkennis vind ik, vind ik formidabel, uh, vind ik geweldig. Maar dat hij dus een hele reeks van. Van wetten, grondwetten, die, die, die zeg maar in die coronatijd en ook daarna gewoon geschonden zijn. Alsof we geen grondwet hebben. He, zo van, maar die grondwetten die zijn er niet voor niks. He, en dat zei omzicht ook. Die zijn er niet voor een breikransje of als het allemaal goed gaat, dat je op het terras zit. Die zijn er voor als het Windkracht 10 is. Ja. Nou, dit is Windkracht 10 en daar zijn die grondwetten nou voor bedoeld. En dan zegt de overheid, ik hou me er niet aan. En dat hebben ze een aantal keren gedaan. En, en dat is ook in een zo'n teken. He. Ten eerste is het een teken inderdaad dat. Dat het huidige systeem, hè, politiek overheid, zeg maar, um, uh, is, uh, die, die past niet meer bij deze tijd. Um, uh, het is ook een beetje ja, out of control, zou je kunnen zeggen. Ze hebben een systeem gemaakt uh, in het industriële tijdperk. En, en dat is nu zo groot geworden en complex met de regels, het is out of control. Hè, niemand heeft het meer in de hand. Met regels, maar ze houden zich ook niet aan de regels. En ze houden zich ook niet aan ja, de regels. Dus ja, dan, ja, dan is het een na, soort vrijzaam. Ja, inderdaad. Nee, ja, dan krijg je dus een totalitaire staat, ja. ja. En kijk, wat wij natuurlijk met Society 4.0 aan, aan het doen zijn... ik heb net als jij, ik heb dat jaren van tevoren aanzien komen... Ja, we moeten toch het land weer teruggeven aan de burger. Het is niet zo dat de burger er is voor de overheid. Het is niet zo dat de burger er is voor die grote techbedrijven... en de financebedrijven om ze rijk te maken. We, we leven met z'n allen, daarmee de samenleving... Uh, om het voor iedereen leuk te maken, dat is een burgersamenleving. Nou, dat, uh, dat, dat, daar ga je dus vanuit de belangen van de burger. Nou, dat is op dit moment is dat niet zo. Nee. De burgers moeten zich aanpassen aan een narratief uh, die een aantal mensen in Haag Denken of in Brussel of ergens anders, hè, die NGO's. Uh, en die moeten me luisteren. Ja, dat is, dat, is geen, dat is geen burgersamenleving, dat is geen democratie. Nou, in, in, in die zin sluiten die, die, die stukken van ontzicht en uh, van uh, halsema wel mooi op elkaar aan. Hè? En het, het, het mooie vind ik aan de analyse van, uh, van, van ontzicht is dat hij echt start met uh, de vraag naar informatie. En dat heeft natuurlijk ja. toch te maken met uh, de kern van de democratie, uh, namelijk uh, het, uh, het, het, het redelijke maatschappelijke debat uh, die, uh, die je moet kunnen uh, voeren met elkaar. Met de burgers en daarvoor dienen zij. Eh, op de hoogte te zijn van de, de, de stand van zaken. Eh, dus dus je, je vooronderstelt al een uh, open publieke ruimte. En dat is wat nou kenmerkend was voor, uh, en dat haalt de omzicht ook allemaal, maar wat kenmerkend was voor de Sovjet-Unie, of uh, wanneer we kijken naar uh, Nazi-Duitsland, is dat, dat er sprake was van uh, informatieafscherming. Uh, dus je, je krijgt nog maar één deel te horen, en vaak ook eenzijdig, en vaak ook gestuurd, en, en een ander deel uh, is niet toegankelijk. Dus je ziet dat onze. Uh, parlementaire democratie in de, in de 17e eeuw. In, 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 in Engeland zijn er rechtszaken over gevoerd. Dat had heel veel te maken met journalistieke vrijheid. Eh, dat is dus dat, 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 dat de, 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 de journalist uh, zaken aangaande het publiek belang uh, 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 openbaar mag maken. En, en het idee was: want daar, dan kunnen wij daarover. Eh, het, het gesprek voeren met elkaar. Dan hebben we het nog niet over een volwassen over een democratie zoals we die nu kennen. Maar dat, dat is wel al de achtergrond. Nou, uiteindelijk is nu de complexiteit ontstaan. dat, dat die, ook die journalistiek heeft zich natuurlijk geïnstitutionaliseerd heeft. Die is onderdeel geworden van wat ik dan die netwerkconfiguratie noem. Um, waar, waarin um, een bepaalde mentaliteit heerst, ook, maar ook soms directe. Uh, 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 ja, maatschappelijke of kapitaalbelangen uh, een, een rol kunnen spelen. Denk ook aan de grote mediamagnaten die, die we kennen... maar ook invloeden vanuit andere uh, sectoren. Maar vooral, denk ik, een, een bepaalde mentaliteit. En, 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 en dat is, denk ik, wat, wat ons parten speelt. Ja, als je dus een, een media hebt die zelf eigenlijk onderdeel wordt van, 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 dat, van dat systeem... een overheid die vervolgens... Uh, uh, geen volledige uh, en juiste informatie verschaft, want hebben we hebben het allemaal over desinformatie, maar de overheid, uh, daar, uh, daar wijst uh, omzicht ook op, doet daar zelf aan mee. Uh. Nou, dan begint dus het wantrouwen in die instituties, wantrouwen in, in, in media, uh, ja, die wordt eigenlijk uh, uh, vanzelf alleen maar gevoeld. En dan kan de reactie zo zijn, verdere. Uh, repressie, en eh, dat is ook de angst op <coughs> de Digital uh, Service Act. Eh, in, in Frankrijk is rumble, uh, mind you, uh, is, is uh, verboden. Eh? Dus. Uh, ja, nee, maar. Het dus, 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 is echt heel heftig daarin. Nee. Dus, 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 dus als, de, als dit het scenario uh, is, hè, dus dat die overheden verdere greep krijgen. ook op uh, nou ja, de, wat we dan de alternatieve media uh, noemen. Ja, dan, de, dan is het einde wel zoek. En daarom is dat appel. Uh, van zowel van Halsema als om zich nu heel relevant. Hè, want ja. Nederland heeft een traditie rond de vrijheid van meningsuiting. Hè. Was, ja, maar wij de, zijn ook degene de, die het als soort braafste van de klas hebben. Om... Ja, maar ja, maar het is goed, als je naar de geschiedenis kijkt. Dan kun je zelfs verklikken. Ja, als je naar de geschiedenis kijkt, dat is waar. Want geschiedenis, en dan uh, zie je hier ook. De drukkerijen waren gevestigd. Boeken konden gedrukt worden. 17e eeuw. Hè. Dus we hebben eigenlijk uh, uh, best een traditie waar je zorgvuldig mee zou moeten Maar zijn. ook de grootste verklikkers, volgens mij. Nou, we hebben ook behoorlijk wat verklikkers. Ja. Nederland is altijd een sentiment van, van conformisten en anarchisten. Als je, uh, die, die twee tendensen zie je enorm. Dat hebben we ook in de coronacrisis gezien. Eh, want vergeet niet, we hadden. Hier ook, ja, anders dan in, in Vlaanderen of België, eh, ook, ook allemaal dit soort kanalen. Eh, eh, dus dus te, dat is een beetje de anarchistische, vrijgevochten eh, geest. Maar goed dan ook, eh, dat hebben wij ook bij de Nieuwe Wereld natuurlijk gedaan, omdat eh, ja, de, de kwaliteit van eh, informatie, kennis, eh, is, is cruciaal voor een, voor een functionerende democratie. En ik vind het heel mooi dat ons zich dat neerzet, want daar begint het inderdaad. Op, op het moment dat we. Uh, in, in een situatie terechtkomen waarin het publiek niet meer goed wordt voorgelegd. En in zekere zin is dat natuurlijk van alle tijden, hè? laten we het niet vergeten. Maar het, het begint hier wel heel pijnlijk... Uh, en grootse vormen aan te nemen. De media niet meer die kritische functie heeft. En de overheid in feite alleen maar belangen bij heeft om, om dingen uh, verzwegen te houden. Ja, dan kun je dan in theorie misschien nog wel een parlement hebben wat stemt en weet ik veel wat. Maar je hebt eigenlijk de grondslag van de democratie, namelijk. Het, uh, het ingelichte uh, uh, gesprek, dat heb je helemaal uh, uitgehold. Het mooie van, van jouw analyse vind ik dat. Uh, en, en ik doe dat ook, hè, jij, jij kijkt veel naar geschiedenis. Hè, je kunt ja. heel veel leren van de geschiedenis. Hè, dat, ja, jij bent daar ook fan uh, van. Hè? Nou ja, ja. Dat, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Ja. De denkers uh, die proberen altijd te leren van de geschiedenis om een aantal dingen terugkomen, te tot en met Confucius. Hè, dus die hebben dat altijd gezeerd. Hè. Ja. Als je de toekomst wil begrijpen, moet je het verleden kennen. Er zijn een aantal van die patronen. En jij kijkt, naar andere, jij kijkt ook naar het geschiedenis, maar een andere ja. patronen. Nou ja, er is er dan even één die ik nu noem, ja. Nou, wat, ja kijk, dat heb ik natuurlijk in de Society 4.0 ook gedaan. Uh, en dat is zo'n overzicht wat, wat mensen zeggen van... aha, nou snap ik een beetje wat er gebeurt. Dat is dat door de, door de eeuwen heen, door de honderden jaren heen... is er altijd een spanning geweest tussen verschillende maatschappijbeelden. En wij zijn nu gewend geraakt aan een parlementaire en parlementaire ja. democratie... maar dan een indirecte democratie... Wij denken dat dat de enige vorm is om een land te besturen. Eh, maar dat is niet zo. Hè. Dat was in Society 3.0 was dat zo. Maar er is altijd een spanning geweest tussen top-down denken en bottom-up denken. He, ga je redeneren vanuit de belangen van alle burgers? Ga je redeneren vanuit de belangen van een bepaalde eh, bevoorrechte groep? Nou, heel lang geleden waren bevoorrechte groep waren landeigenaren. Eh, die bepaalden hoe het zat. Plato heeft nog gezegd... Hè. de grote besluiten over de samenleving moet je niet aan het gewone volk overlaten... want die zijn niet geletterd. Dus dan moet je overlaten aan mensen met geld en macht en die geletterd zijn. Hè? Dus, dus heel lang hebben ze gedacht van dat is de enige manier om dat te doen. Een kleine groep die neemt de besluiten en de andere, die heten ook inderdaad onderdanen. De elite, dat was een, de elite ja, en de onderdanen. Dat, ja, dat was een, echt een top-down samenleving. Nou, als ik en... daar even iets tussendoor mag zeggen is wat wel in dat soort uh, uh, samenlevingen zit, is dat dan zeg maar die niet de elite zijn. Die zijn diep wantrouwend naar de elite. En in Society 3.0, daar zit een soort naïviteit in, dat er ja. met, het beste, met de beste bedoelingen over ons gehoed nou, heerst wordt. Nou, wat, wat er gebeurt is in het, uh, en dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik, want ik ben een hoofdlijnhistoricus, uh, uh, is dat, um, kijk, we kwamen toen vanuit het feodale tijdperk in de Handelsrepubliek, en dat was inderdaad, hè, mensen pakten het zelf op als vrijheid, hè, dat was een begin daarvan, Even meer of minder burgermaatschappij. En wat we in Nederland hebben, en dat is heel lang stabiel geweest, hè, dat noemen ze het Huis van Thorbecke. En dus enerzijds zijn we van een republiek weer een monarchie ingerommeld, hè, waardoor die, hè, die, die elite dacht: van, nou, we hebben onze zin weer. En aan de andere kant, uh, en, en Thorbecke was, uh, was een hoogleraar in de economie, en, en die heeft ook een, een, een indirecte democratie gemaakt. Dat was de stem van het volk. Dus is, eigenlijk is dit een combinatie geweest tussen de wil van de elite, een bepaalde elite althans, uh, en de wil van het volk. Hè. Dat is het Huis van Thorbecke geworden. Uh, en dat heeft ons heel lang stabiliteit gegeven. En uh, je zag ook dat na de, na de Tweede Wereldoorlog is Nederland een heel stabiel land geweest en uh, met een betrouwbare overheid. Uh, het is een systeem waar mensen zich in konden vinden. Um, maar als je bijvoorbeeld, uh, uh, en dat maakt dat als je daarvan uitkomt, dan is het een hele gang om te zeggen: ja, maar het, de overheid is niet meer betrouwbaar. Nee, hey, maar de, de, de pers die is niet meer de, te vertrouwen. Uh, dus dat is echt een stap, een emotionele stap die je doet. Maar we zijn met Society 4.0 ook behoorlijk nu bezig in België. Uh, daar zie je dat het al anders is. Daar is de, uh, de mensen zijn toch wantrouwender. Ja, wantrouwen de overheid, per definitie. Ja, nou, om een voorbeeld te geven, als ik daar een presentatie geef uh, en na afloop willen ze een boek kopen, betalen allemaal contant? Ja. Om maar eens even een ja. voorbeeld te geven. In Duitsland zijn we ook behoorlijk actief, inmiddels. Uh, en daar zie je weer een andere. Die, die hebben nog een trauma van de Tweede Wereldoorlog. Dus er is al wat wantrouwen. Dat is de cultuur weer anders. Um, en juist in Nederland, vanwege die betrouwbaarheid uh, en die stabiliteit... maakt ervoor dat we wat langzamer reageerden. Je Was ziet het ook, in andere landen veel eerder gebeuren. Ja, gewoon even een ondernemersopmerking uh, daarin. Uh, kijk, ik heb zeg maar bij degene uitstaande facturen... dan wist je gewoon 30 jaar lang... Nederland betaalt binnen 30 dagen. Ja. Dat, dat, er is misschien eentje die je mis mist in twee jaar tijd, ja. maar ze zijn heel betrouwbaar. Ja. Nou, in België begint al 60, 90 dagen, Frankrijk 90, 120 dagen. Daar wordt het al gerommel, zeg ja. maar. Maar Nederland had iets heel betrouwbaars ja. en waar we ons, denk ik, ook ja, veilig en misschien ook ja. een beetje superieur ja. eh, door voelden. Ja. Nou, en misschien is ook die, uh, ik, ik denk ook bij de overheid, ik denk dat de meeste ambtenaren het ook goed bedoelen. Ik denk het echt. Maar er zit in een systeem. Wat, uh, ja, wat zo groot is geworden, uh, wat oncontroleerbaar is geworden, met allerlei krachten van NGO's uh, en Europa en, en grote bedrijven. Uh, dus het is, het is groter geworden, de druk van buiten is groter geworden. Ja, en ze zitten eigenlijk in het systeem waar we in zitten, is gewoon ten dode opgeschreven. Dat, dat valt, en dat is mijn kritiek op, uh, op, op Pieter zich ook geweest. Hè? Want een geweldige speech, hele goede feitenkennis, dossierkennis, heel scherp geformuleerd. Uh, inderdaad, die informatievoorziening heeft hij heel goed heeft hij dat uitgelegd. Echt uh, hulde voor wat hij gedaan heeft. Um, maar het systeem valt niet meer te repareren. We moeten naar een ander systeem toe. En, en het zou mooi zijn als hij, als hij zou zeggen van nou luister eens, uh, kijk, dit is, een, dit is een systeem wat te complex is geworden, out of control. Overigens misschien leuk om te weten. Ik, mijn achtergrond, uh, na mijn eerste studie heb ik bedrijfskunde gedaan in Delft. En dan gingen we ook kijken naar bedrijven om te reorganiseren. En dat was met name in die tijd van de jaren tachtig. Bedrijven als Philips en andere bedrijven. Dat waren heel groot geworden en meegegroeid in de economie. Uh, maar dat waren hele bureaucratische logge organen geworden. Nou, en als je daar ging reorganiseren. en dan kwam er uh, zo'n proces aan. dan kwam het altijd op neer dat je ging een aantal managementlagen tussen uitsnijden. Ja. En je ging kijken naar de stafdiensten of die wel nodig waren. Dus meestal was een reorganisatie. Dus de, de primaire activiteiten die geld opleveren, die, die bleven die staan. Doorgaan, ja. En al die managementlagen gingen eruit en al die stafdiensten gingen tussenuit. Maar als de overheid denkt van het gaat niet goed, dan gaan er geen stafdiensten tussenuit en dan gaan er geen lagen tussenuit. Er komen er altijd lagen bij. En meer ambtenaren bij. Dus iedere keer, als je nou twintig keer gerealiseerd, en iedere keer wordt het groter. En in plaats van zeggen van nou weet je wat, laten we eens even stoppen met al die afdelingen en al die rapporten schrijven en zo. Laten we eens even aan het werk gaan. Nee, dan komt er komt weer een afdeling bij. En nog meer ambtenaren om eens even te kijken of het nou wel echt klopt wat ze wat zeggen. Ja, en dan krijg je dus een oncontroleerbaar iets. Dus een ja, oncontroleerbare maar... overheid. In een tijd waarbij het systeem niet meer past bij deze tijd. Is het. Kijk, hier aan deze tafel is heel vaak buurt vrijgegeven aan, aan de bestuurders. En ik denk dat dat ook goed is en mils is. Maar ik wil daar toch ook. Er is ook een ander verhaal. Ik bedoel, iemand, al die dossiers die hij noemt. Nou ja, natuurlijk bijvoorbeeld de toeslagaffaire. Ja. Er is toch iemand who calls the shots. Ja. En dat is ook een ambtenaar. En dan zijn er natuurlijk heel veel uitvoerende ambtenaren. die dan misschien, ja, oké, okay, die moeten ook maar uitvoeren. Maar er zijn natuurlijk toch ook ambtenaren. die daar ja, echt hele verkeerde beslissingen hebben genomen. Omzicht zegt een beetje ook van ja, door de tijdsdruk. Als je ziet hoeveel dossiers behandeld moeten worden, hoe weinig tijd daar is. Dus, hoeveel uh, regels, hoeveel procedures ja. en zo. Allemaal en hij wil ook opleveren. wel zeggen: Dit kost tijd om helemaal te fixen. Dus dat is dus, jij zegt, een revolutie. Nou ja, ik zou tegen hem zeggen: uh, <coughs> Kijk even of je ook een toekomstvisie kan maken. Want dat ontbreekt bij hem, vind ik dan. Uh, maar uh, ja, uh, uh, aangeven wat er gedaan moet worden. En dan net als, uh, als vroeger die bedrijven. Laten we even de helft van de overheid maar zo gewoon mee stoppen. Laten we eens even kijken wat de essentie is. Een kleinere overheid maken die echt tot de kerntaken zijn. En dan maar kijken ik vind of zelfs die zelfs stap het wel verfrissend dat hij tijd wil nemen. En juist niet zo die rappie-klappie slagen. Die kennen wij ook uit het bedrijfsleven. Werkt ook niet altijd. Nou, is niet gegarandeerd met succes. Ik, dat is niet wat ik bedoel hoor. Okay. Uh, wat ik bedoelde is wel fundamenteel die analyse maken. Wel de tijd ervoor nemen. Maar niet als conclusie maken dat er nog een managementlaag bij komt of nog meer rapporten geschreven moeten worden. Maar eens even teruggaan naar de, naar de kern en eens even kijken, nou, wat is nou echt nodig? Ja, uh, Kijk, ik denk dat een van de, van de grote vraagstukken is dat, uh, je refereerde ze even aan de, de modernisering in de 19e en 20e eeuw. Hè? De politiek-sociaal-politieke structuur, dat is ook een beetje wat ik in mijn boek schets... Er is natuurlijk ooit die zuilensamenleving uh, geweest. Ja. Uh, nou, het vertrouwen was daar eigenlijk in, uh, ook, ook verticaal van aard... omdat uh, ja, de, de hoogopgeleide en de notaris... Uh, die, die zaten ook... Uh, uh, in, in het schoolbestuur. En, uh, ja. of, of in. Uh, het bestuur van de universiteit. of, uh, of het ziekenhuis. of noem maar, maar op. Hè. Ja. Dus dat is gewoon die oude. Uh, die, waarin. waarin de, uh, de, de, het contact met de achterban. relatief. ook door dit soort. Uh, laten we zeggen. organisatievormen. De, de kerk of de voetbalclub. Uh, uh, eigenlijk relatief uh, uh, gemakkelijk. Van, of vanzelf verliep. Het was ja. dus een soort. Um, je zou ook bijna zeggen, in, in termen van Durkheim, een soort mechanische solidariteit in de zin van dat, dat, dat sprak eigenlijk voor zich. Want je kende die mensen en, jou, en jouw zoon zat bij die op het voetbal of op de school. Of de, dus er was natuurlijk er was, was ook wel een verschil tussen hoger en lager opgeleide en, en de elite en volk, maar het liep wel door elkaar heen. Zeker. Uh, en ik denk dat een van de lastige dingen op dit moment is, ik, en, ik, en ik sta heel sympathiek ook te, tegen, tegenover Rob's uh, uh, gedachten en ik denk ook. Ja, Bob, uh, ja, ja, sorry. Uh, dat, 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 we, uh, dat we een beweging inzetten. Hè, van, uh, waarin eigenlijk die centrale sturing. eigenlijk niet langer meer houdbaar is. En dat je meer naar die, die kracht van, de, van, van plaatsen. en regio's en steden. toe moet. Tegelijkertijd een, zijn er twee dingen. En, en ik zeg ook niet dat omzicht daar de oplossing voor heeft. maar bepaalde vraagstukken zijn nu eenmaal. Uh, vragen om een schaal. Uh, die, uh, ja, die groot is. Op, uh, denk maar aan veiligheid, vluchtelingenstromen, uh, uh, vervoers- en uh, infrastructurele uh, vraagstukken. Uh, dat is, dus je hebt die, 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 die schaal daar, daarvoor. Daar, kom, daar komt uh, uh, vervolgens bij dat hoe sterk is die uh, sociale uh, betrokkenheid. In, in bijvoorbeeld steden als Rotterdam of Antwerpen. Als je, je ziet dat daar juist ook, ook een soort neo-tribalisering optreedt. En, dat je dat, en ook één die ook nogal is langs de lijnen niet alleen van etniciteit... maar ook van, van klassen verloopt. Dus de hoogopgeleiden die prima allerlei dingen zelf kunnen regelen... en de, de lageropgeleide in achterstandswijken die eigenlijk heel... Hulpeloos zijn geworden of gemaakt. Maar die ook geen kerk hebben, om het zo maar te noemen. Dus, 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 dus nou ja, Omtzigt pleit voor een, een sterkere, een transparantere overheid. Daar kunnen we niet tegen zijn. Maar ik, ik zie wel, ook als Rob zegt, nou ja, maar we moeten naar dat nieuwe toekomstbeeld. Daar ben ik het wel mee eens. Maar de vraag is ook: wat zijn de tegenkrachten daar? Want het is natuurlijk niet toevallig dat we die schaalvergroting hebben gekregen. Technologie zelf dwingt ons voor een deel ook... Ja, tot... maar ja, dat, kijk, dat is wel een belangrijk punt wat je, wat je geeft. Want het grote ding wat in het industriële tijdperk heeft plaatsgevonden... Hè, met de uitvinding van de machine... Uh, dat was inderdaad schaalvergroting. Ja, dus je hebt in, door de eeuwen heen heb je altijd een schaalvergroting gehad. Hè, van, de, van het dorp naar, naar de regio, naar de provincie, naar het land, ja. hè, naar Europa. Dat is die schaalvergroting. En dat had ook te maken met... Nou, je, je kunt bijvoorbeeld zien... Een bedrijf als Philips was echt een Brabants bedrijf. Ja. En die, 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 die deed ook met scholen, inderdaad. Ja. Ze voelden zich echt betrokken bij de, bij de samenleving. Dat was, ook, dat was ook zeg maar de filosofie die nog uit de regio dus Een zorgzame, kwam. zorgzame elite. Ja. Hè? Ja. Ik bedoel, bouwen van huizen, sportverenigingen. Ja, dat dat maar, was een heel duidelijk. Ja, maar dat was schoolen, geen overheid. Ja. Maar dat was geen overheid. Eigenlijk iedereen, inderdaad. De notaris, de Philips, die, die, die voelden zich Brabander en iedereen mocht meedoen en ze deden. En dat is zo langzamerhand, is dat, want Philips hield het ook niet vol. Want die moest gaan concurreren ja. met Sony en, 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 en Samsung. En die moesten fabrieken naar China en India gaan brengen. Ons konden ze het niet volhouden. Daardoor wordt het minder hè, minder Brabant. Er ja. zag je een afstand tussen de burgers enerzijds en bedrijven, zoals Philips. Maar ook tussen de burgers en de overheid. Want die gingen ook een, die gingen ook schaal vergroten. Want wat je vroeger had, is dat... En dat is, dat is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, is dat een van... Dat is extreem, heeft zich dat tafel trokken. Dus een van de redenen van de opkomst van Trump is precies deze, deze beweging. Hè? Ja, ja. ja het is een, een, kijk, en die schaalvergroting heeft gezorgd voor een afstand... tussen wat de burgers willen en wat de bedrijven willen... en hoe dat vertegenwoordigt bij de overheid. Uh, en, maar die, dus deze trend ziet iedereen wel. Maar er is nog een tweede trend en weinig mensen zien die wel. En dat is natuurlijk wat wij proberen te doen met Society 4.0... Dat is niet alleen maar schaal, sprake van schaalvergroting, dat is ook sprake van schaalverkleining. Uh, want uh, als je even als voorbeeld neemt, hè, er zijn wel heel veel voorbeelden van. Maar als voorbeeld neemt dat uh, vroeger moest je um, uh, alles in massa gaan produceren. Dus voor alles werd er massaproductie gemaakt. Er werden grote fabrieken neergezet in India, er werden er dingen gemaakt, werd het hier het getransporteerd. Maar er zijn heel veel technologieën die zorgen er juist voor uh, dat, die, in, dat die schaalvergroting niet meer nodig is. Uh, om even een willekeurig voorbeeld te nemen, 3D-printing. De ontwikkeling van 3D-printing maakt dat we geen scheepschroeven meer hoeven te printen in, in grote fabrieken in Polen, maar gewoon op de werf zelf. Je kunt uh, in Verzaaien, uh, uh, in het midden van Versailles is er een, uh, een, een, een waardehuis met een plat dak. En die bewoners daar, uh, die hebben een coöperatie opgericht en die hebben op dat platte dak hebben ze een boerderij gemaakt voor hun eigen voedselvoorziening, midden in de stad. En met deze technologie kan het ook. Ja, dus maar ik... zijn dat nou niet romantische uh, voorbeelden? Nee. Nou, ik heb eens gekeken van uh, een belofte if... die toch best moeilijk te realiseren? Nee, Als je kijkt naar de ontwikkelingen, dan zijn uh, eigenlijk die schaalvergroting van het industriële tijdperk, daar moeten we vanaf. Uh, want voor heel veel dingen, voor 90% wat we nodig hebben, hebben we helemaal geen schaalvergroting nodig. Dus wel voor wegenaanleg en inderdaad defensie en mm. vliegtuigen bouwen, daar hebben we nog schaalvergroting nodig. Dus dat zal altijd blijven. Maar als je kijkt naar onderwijs, ja, wat moet je nou voor nationaal onderwijs gaan doen? Dat is, is helemaal niet nodig. Uh, je, gezondheid, je moet je weer zorgen voor je eigen voedselvoorziening in de regio. Uh, wonen, ja, dat kun je ook in je eigen regio samen gaan bepalen hoe je dat gaat doen. Uh, en, en zo, dus steeds meer dingen kun je in de regio gaan doen. En dan krijg je het, en dat is de, de spagaat waar we in zitten: dat is dat die schaalvergroting naar wereldschaal heeft enerzijds plaatsgevonden, ja. en anderzijds schaalverkleining naar regionaal niveau. Dus als ik nou op Mars of op Venus zeg maar iets helemaal opnieuw zou moeten beginnen, dan zou ik iets doen op wereldschaal en iets op regionale schaal en de rest dus zuisnijden. Ja, maar dat, een, dat narratief, wat natuurlijk ge, 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 gepitcht wordt, wat jij in het begin ook inbracht, dus niet alleen corona, maar bijvoorbeeld ook klimaat. Dus dan, dan kan al niet zoiets als regionale landbouw. Dat, dat is waar we nu in zitten in dat narratief. Want nee, we moeten met z'n allen 0,0000 1,4. Ja, dat narratief, dat narratief dat, dat verklaar ik als volgt. Uh, dat komt, we hebben nu een systeem gemaakt, gebaseerd op het industriële tijdperk, schaalvergroting, industriële massaproductie. Dat systeem komt out, out of control. Uh, en dan heel veel dingen worden ook geregionaliseerd, want de overheid komt er niet meer uit. <coughs> maar die gaat zichzelf niet opheffen. Die gaat alleen maar zorgen dat hij zijn positie gaat versterken. Dus ze zeggen niet van: nou ja, onze tijd is geweest, laten we wat anders gaan doen. Die gaan proberen om nog langer vasthouden en eraan te gaan zitten. En ze worden ook een keer gespiegeld aan de globale ontwikkelingen. En dan, en dan krijg je de NGO's en de grote bedrijven. En, en daar gaan ze. En ze vergeten eigenlijk de belangen van de burger. Nou, als we nou met z'n allen zouden zeggen: joh, dat initiële tijdperk, het huidige systeem is gewoon over, we beginnen gewoon helemaal opnieuw. Nou, dan ga je dus terug naar, naar de regio voor de meeste dingen. Voor 80-90% kun je in de regio organiseren. Dat hebben we overigens eeuwenlang gedaan. Dat is, dat is infrastructuur, de culturele infrastructuur is, is regionaal. We gaan een aantal dingen gaan we, <coughs> kijken hoe we dat op wereldschaal gaan doen. En op, op nationale schaal alleen maar de allerbelangrijkste dingen wat echt nodig is op nationale schaal te doen. En de rest dat gaan we anders doen. Nou, dan bespaar je volgens mij de helft van de overheid. Uh, dat scheelt alweer, denk ik. Uh, je zorgt voor, voor betrokkenheid van de mensen bij hun eigen omgeving. Uh, directe democratie. Nou, en zo maken we een nou, samenleving een, wat past is, bij de toekomst. Het is ook een oude, oude, oude Nederlandse gedachte: de, de decentraliteit van de, van de republiek. Hè? Met de, de eigen waterschappen, met Zeker. de eigen politie. We ja, dus, waren de zeven verenigde provinciën. Zo is dat. Dus uh, we zijn, die centralisering is eigenlijk pas bij ons in de, in de 19e eeuw uh, doorgezet, mede onder invloed van Napoleon. Uh, dus die heeft, uh, de, 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 dat had niet alleen nadelen, overigens. Uh, maar ik denk inderdaad uh, wel dat, uh, dat we voor een deel ook iets, iets eigends zijn kwijtgeraakt. Zeker na die ja, ineenstorting van die zuidensamenleving. En, de, de, en de, je moet dus naar een, naar een andere vorm toe. En dat is wel het grotere verhaal. Het gaat niet, dus in die zin sluit ik wel aan bij... Uh, bij wat, wat, wat Bob ook inbrengt. Maar uh, ik, ja, ik, denk dat, ik, ik denk dat er dan, dan nogal vraagstukken liggen. Maar dat moeten we misschien op een ander moment ja, uh, weet je, weet je wat nog wat, een... Weet je wat wel grappig was? Toen, uh, toen het begon in 2020 werd ik veel gevraagd op presentaties. Dat was meestal in de regio. Hè, ik kwam gelijk in hm. Zeeland uit, en in Friesland uit, en in Drenthe ja. uit, en, ja. en, uh, en in Betuwe uit en zo. Die waren al heel lang klaar bij Den Haag. Ja, dat is en, waar. Maar waar ik... zit dan ja. meer dat wantrouwen? Ja, en, en, en dan zeg ik: van joh, ja. mijn, mijn visie is gebaseerd op, de, op, de, op de regio's. Want dat hebben we al eeuwenlang. Ja. He, die regio's, die, dat is door het initiële tijdperk wat minder geworden en zo. Maar eigenlijk is het er nog wel. Ja, zijn ze het met ze me eens? En dan zeg ik: van joh, als we nou Nederland opnieuw zouden indelen. <tus> en we gaan het in regio's. Weet jullie wat jullie regio is? Nou, dan weten ze perfect hoor. Dat hoef ik helemaal niet te bedenken. Dat, dat is er nog steeds. En die regio is het. Dan zit je dus dicht bij de burger, dan zit je bij de betrokkenheid van de burger. Een regio is groot genoeg om een aantal schaalvoordelen te realiseren. <kijkt> dat is dicht bij de burger, maar ook wat schaalvoordelen. Er zit een culturele achtergrond aan, vaak ook een eigen cultuurgeschiedenis. Bijvoorbeeld in de Ardennen of in Friesland hebben ze zelfs een eigen taal, een eigen cultuur. Een heel trots volk, prachtig volk vind ik het. Dus op het moment dat je mensen zegt: joh, wat is nou je regio? Dan kunnen ze dat precies vertellen. En als je dan zegt: hoe zouden we dat besluit nemen? Dan gaan ze zo weer mee. Dus de, de, de wil om dat zo te gaan doen, die, die is er wel. En laten we niet vergeten, een aantal van die landsgrenzen... die zijn ook een beetje toevallig bepaald. Hè, door oorlogen en afspraken en, en dat soort dingen. Eh, als ik bijvoorbeeld in... Uh, uh, ik was in Zeeland en dan zeg ik van... joh, wat is nou een regio? Nou, daar zit gewoon België, hè. Vlaanderen zit er gewoon bij. Dat is, je hoort bij hun, weet je nou, ja, maar dat is het nog niet zo lang hoor. ik kom er vandaan. Uh, en er was toch heel duidelijk wel een grens hoor bij ons en je zag het al als je, als je de grens overging dan, uh, dan voel je het eigenlijk uh, dat de, de, de wegen slecht onderhouden. wat nee, uh, nee, ja, nee, betekent je Dat over, is daar. Ja, 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 dus, ja. We zijn laatst teruggekomen van vakantie en het is je gaat van Frankrijk naar België zo inderdaad gelijk de, de wegen zijn slecht. Nee, maar dat, dat, ja. dat is ook wel zo, maar ja, ze zeiden me ook, maar dan weet je dan weten dan. Ja. Niet. En dan vroeg ik zelf van, wat is dan jullie cultuur eigenlijk? Ja, wij zijn smokkelaars. Ken je dat? Ja, ja, Dat zit diep. Dat zit diep. Dat zit heel diep. Maar so kom zo, zo kom je uiteindelijk bij de nieuwe wereld, weet je wel. Ja, we we yeah. the the Wat, wat mij betreft, die yeah. nieuwe wereld is een uh, wereld uh, weer dichter bij de burgers. Uh. Moeten we een burgermaatschappij worden, geen top-down maatschappij. We krijgen weer betrokkenheid van de burgers. Een directe democratie kunnen we ervan gaan maken. Dan sluit je aan bij wat de cultuur is. Uh, we gaan het volgende organiseren. Dus ja. uh, uh, Ant, jij bracht in uh, Kamervragen over wetenschappelijke integriteit bij Deal, UVA en Netflix. Ja, ja, uh, ja kort en goed is natuurlijk naar buiten gekomen dat uh, de, de, de UVA inderdaad een deal had met een deel van de rechtenfaculteit, uh, met, 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 vooral de fiscale af, afdeling. Waarin men van Netflix een, een bedrag kreeg. Vijf ton? Ja, zo'n half miljoen ongeveer. En, dat was hetzelfde. Dat, hè, precies. Dus <laughs> dat, dat, en daar stond natuurlijk wel iets tegenover. En dat, is, dat staat dan niet zwart op wit, maar, maar dat, dat, zo, zo werkt die netwerkdynamiek. En ja, het gaat dan natuurlijk ook om de adviezen die juristen weer geven aan de Nederlandse regering of binnen Europa, kortom je zit echt in, in de netwerken samenleving, uh, ja en, en op deze manier uh, ja koop je invloed uh, en en koop je dus ook uh, het type wetgeving uh, wat wat door de we, de wetenschap wordt uh, gesanctioneerd en daar daar ja, want dat, dat is een feit. Hè. Netflix koopt gewoon sanctionering van een bepaalde wetgeving. Dat voor is, heel weinig geld dan. Voor, voor weinig geld. Voor weinig geld. Ja, en, ik, heb, ik heb het niet gelezen. Maar en, is, dat, is, is dat een gegeven dat ze dat doen? Nou, nee, maar dat is dit, dit, ik, ik vertaal hem even direct. Hè. Dus, dus, uh, dit, dat is natuurlijk, dat staat niet uh, op die manier zwart op wit. Maar dat, daar zijn de Kamervragen over gesteld: over de, de, de beïnvloeding uh, uh, die, die hier speelt. Uh. En uh, de, de directe gewoon belangenverstrengeling. En dat je dus. Uh, dat er adviezen worden gegeven door fiscalisten. Uh, die uh, uiteindelijk uh, ten faveur zijn uh, van, van dit soort uh, bedrijven. Maar ik denk dat het wel goed is om dan even naar die casus goed, goed te kijken. Ik, 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 heb, kom zelf, ja. uh, ik heb eerst op terrasbus gezeten bij de Rotterdam School Management. toen naar Maastricht uh, en nu op Nijrode. Uh, en dat zijn allemaal um, uh, uh, maatschappijwetenschappen. Dus bedrijfskunde en maatschappijwetenschappen. Eigenlijk was het altijd zo, wat je, wat je daar wil is een universiteit... Uh, die integer onafhankelijk is, wetenschappelijk is... maar je wil ook dat ze relevant zijn voor de samenleving. Nou, daar zit een spanning in, hè, dus je wil het allebei. Uh, en er werd veel samengewerkt met, uh, met bedrijven. Alleen, je moet heel goed afspraken maken wat nou eigenlijk wel mag en wat niet mag. Ja. En ik weet ah, en dat, Nee, maar dat is precies hier wat aan de orde werd gesteld. Ja. Dat is ook het type adviezen dat was uh, uh, uitgebracht. Dus dat laten we zeggen... Kijk, de overheid zelf heeft al jarenlang die zogenoemde derde geldstroom natuurlijk gepropageerd. En Tuurlijk. op zichzelf is er denk ik uh, uh, is er wat voor te zeggen dat er gewoon een samenwerking optreedt tussen universiteiten en, en bedrijfsleven. De vraag is natuurlijk welke vorm dat aanneemt. Exact. Uh, en uh, onder, onder welke voorwaarden dan uh, die, die samenwerking plaatsvindt. Nou, en da, dat, daar gaat het hier over. Dat er... Uh, duidelijke aanwijzingen zijn voor, uh, voor belangenverstrengelingen. Zelfs de, de minister kon dat ook uh, 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 niet van de hand wijzen. Uh, ja, dus er zal ongetwijfeld een stevig gesprek worden gevoerd. Maar het is denk ik wel het dat, dat bredere debat. Hè, dat, en, dat, en daarom vond ik het interessant. Het is ook een, een belangrijk thema in, uh, in, in, in mijn boek. En jij kent het ook. Uh, dat, dat, dat je toch ziet hoe die, hoe die wetenschap. Uh, zelf ook uh, een onderdeel wordt van uh, uh, politieke besluitvorming en legitimatie van, van, van besluitvorming. Uh, en dat is, uh, ja, dat is iets om heel goed bij stil te staan. We hebben dat ook in de coronatijd gezien. Uh, en da daar verliep het weer iets anders. Maar toch dat de uh, farmaceutische industrie ook weer zijn invloed heeft tot en met de toezichthouders zelf. Maar He, dus, dus, uh, ja, ze en, hebben bijna immuniteit ook. Ja. Hè? en dus dat betekent dat, dat uh, ja, de, 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 de universiteiten, en uh, niet alleen universiteiten, maar ook allerlei uh, andere institutionele expertomgevingen, ...om het zo, maar kunnen ook, ook agentschappen zijn, kunnen ook denktanks zijn, ik bedoel, het kan op, langs allerlei kanalen, maar ook de universiteiten, die met publieke uh, middelen natuurlijk worden bekostigd voor een aanzienlijk deel. Uh, dat, dat, dat die dus ook uh, ja, adviezen uh, verstrekken. die uh, uh, ja, belangen van bepaalde partijen uh, behartigen. Hè? En dat is natuurlijk een thema wat, wat al door Marx in de 19e eeuw uh, aan ja, de kaak is gesteld. Een thema. Achter iedere um, uh, wetenschap schuilt een uh, maatschappelijk belang. Nou, zo, zover uh, zou ik misschien niet zo, zonder meer gaan. Maar ik denk wel dat, uh, ja, dat ook, ook in dit geval. Uh, meer dan waakzaamheid geboden is, Dan moeten we er voor heel fundamenteel over nou, hebben. Op internationaal niveau zie je het toch veel meer. Hè? Ja, absoluut. Uh, want wij hebben in, in Nederland nog nou ja, iets van een indirecte soort van democratie, hè? om het even voorzichtig te zeggen. Maar op wereldschaal is die er gewoon niet. Hè? Als er één uh, onderwerp is geweest wat politici niet opgepakt hebben de afgelopen 100 jaar, dan is het wel het bouwen van een, van een democratie op wereldschaal. Er is op, op wereldschaal geen democratie controle vanuit de belangen van de burgers. En daar gaat het veel eerder. Daar hebben we dus een aantal van die NGO's. Uh, en die zitten op een bepaald uh, terrein, zou ik kunnen zeggen. Dus een ministerie voor wereld, hè, zou je kunnen zeggen. Uh, en, die werken, en die worden gefinancierd, werken heel nauw samen met een aantal bedrijven die commerciële belangen hebben. Zonder democratische controle. Het kan niet anders dat dat fout afloopt. Dat kan niet anders. Want elk systeem zonder feedback gaat fout. En als geld en macht bij elkaar komt, gaat het fout. Dus we weten 100% zeker dat het niet goed gaat. En dat zijpelt een beetje door. He? Uh... Ja, maar het is ah. al gigantisch fout aan het gaan. Nou, wij hebben hier uh, DoopSik besproken, nu ja. heeft uh, Netflix uh, Painkiller. Ja. Nou, dat gaat over die over, Purdue. Die, uh, over Purdue, over ja. die Oxycontin. En ja. Nou ja, ik heb, heb Painkiller ook weer gezien. En als je dan ziet hoe de FDA ja. dus niet functioneert ja. en daar ook met geld of. Ja, Boys Network, manier zeg maar omheen geëngineerd wordt. Nou ja, kijk, en dat speelt hier ook mee. Het gaat ook over de bijzondere hoogleraarschappen en wie de geldverstrekkers zijn. Op zichzelf is het prima om bijzondere hoogleraarschappen te hebben. Maar wanneer die belangen op een gegeven moment toch te verstrengeld raken, dan heb je wel een probleem. En, uh, in sommige industrieën daar gaat zoveel geld en bij, in. Op... Ja, zeker. Maar bij de, in het, ge, het geval van Purdue, uh, dus dan heb je het over de farmacie. Far uh, dan zie je ook dat uh, de, de toezichthouders eigenlijk voor een heel groot deel gefinancierd worden, ook weer door die industrie zelf. Uh, dat bovendien er een overstap is van mensen die bij die toezichthouder werken. Uh, en uh, en dat, dat is ook het uh, EMA, of, de, of inderdaad de FDA. En vervolgens. Uh, naar zo'n bedrijf een overstap maken en dat drie of vier keer zoveel ja. kunnen verdienen. Ja. Dus op het moment dat je een advies moet uitgeven als, als uh, toezichthouder, hè, dan um, um, ja, zul je denk ik wel uh, kom je in de verleiding, laat ik het, laat ik het al zeggen, uh, om, om te denken aan je carrière. Uh, en dan denk denken, ja, maar wacht, misschien wil ik toch op een goed moment de overstap uh, ja. maken. Dan verdien ik vier keer zoveel. Ja, dan moet ik nu uh, niet in en dan, dan moet gaan nu, Nee, nee want dat, dan, nemen. Maak ik, dan maak ik mezelf onmogelijk. En ja. dat geldt natuurlijk voor allerlei posities. Uh, dat geldt ook wanneer je aan de universiteit werkt. En wat je verkondigt. Maar wat je nu uh, bij een uh, ziet. Die... De, 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 ja. en, uh, maar ook hier zijn geen quick fixers. Nee. Dus daarom gaf ik het voorbeeld ook van uh, hoe er bij bedrijfskunde. altijd een balans tussen wetenschappelijkheid en praktijk. Hè? Je moet, uh, en dat is, een, dat is een wankel evenwicht. Hè? Ze ja, maar jij nodig. Zei... Alsof het nog uit de hand moest gaan lopen. En ik doe net zoals nee, aantal... je hier ziet, is het ja. Nou, hoeveel doden per jaar? Nee, maar een, aantal, een aantal systemen zijn echt uit de hand gelopen. Het, het medisch systeem is gewoon ja. hè, zo ziek als een hond. Hè. Laten we daar. <laughs> maar, maar wat ik probeer aan te geven is dat het is een systeem is uh, waar een zekere balans in is. En wat nooit stabiel is. Het gaat altijd een beetje die kant op en een beetje die kant op. En soms gaat het een beetje fout. Maar dat heeft iets te maken met het systeem. Uh, en ik weet niet of ik nou iets verkeerd zeg, maar. Uh, je hebt het, dat is ook in een huwelijk zo. Hè? Je, je hebt zeg maar twee verschillende <laughs> krachten. Ja, ga hangen, hier... <laughs> Bob. Ik hoor, dus, uh, je het, je zegt het op maar, hoor. maar ik, 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 ik snap niet waarom je nou iets verkeerd zou kunnen zeggen. <laughs> ik hoorde het al. Verkeerd onderwerp. Nee, <Dat laughs> nee ja, ja, ga verder. Ik weet het Maar je hebt het hier over spanning tussen twee soorten energieën. Twee soorten krachten. Twee soorten belangen. Yin en yang, inderdaad. En daar zit altijd. Een beetje spanning op. Hè? Dus dat, ja. de, de wrijving geeft glans. Hè? Dat maakt ja. het ook heel mooi. Maar soms gaat het ook een beetje uit de pan en dan, hè, dan ga je ja. scheiden. Of dus je moet het ook wel op systeemniveau zien. Het is, het is iets wat, wat niet ligt omdat individuele mensen dat niet doen. Hè? Dat, dat, is, dat, dat gebeurt wel. Maar het is wel een systeemaspect. Nou, we zitten nu in een tijd, uh, ook weer een overgangstijd. Ja. Uh, laten we even niet vergeten dat uh, een van de grote dingen die in mijn vakgebied zijn gebeurd economie bedrijfskunde. Uh, is 1970 geweest <coughs> of de jaren 70. In 1970 is een artikel gepubliceerd van Milton Friedman. Mm. Uh, de enige verantwoordelijkheid van aandeelhouders is om zoveel mogelijk geld te verdienen. Wat daar gedaan werd <coughs> is eigenlijk die verhouding waar jij het in ja. had Dat uh, uh, dat als je geld verdient, dus winstgevend, de maatschappelijke verantwoordelijkheid hoort bij elkaar. Ja. Uh, als je als bedrijf uh, niet iets teruggaf aan de maatschappij, was je asociaal. Dat was een beetje die idee. En toen kwam greed is good. Ja, en toen, yeah. ja, en, en toen kwam inderdaad. Dat was het begin van het neoliberalisme, yeah. het Thatcherisme, yeah. Reconomics, noem het maar op. Waarin zeg maar, die verantwoordelijkheid en die winstgevendheid van elkaar losgekoppeld zijn. Nou, dat, uh, dat hebben een aantal hele grote aandeelhouders heel serieus genomen. Hè, heel letterlijk genomen, zeg maar. Zij, zoveel mogelijk geld verdienen, alle shit uh, wordt door de maatschappij opgericht. Maar dat is zo langzamerhand ook door de hele maatschappij heen gegaan. Waar onder andere ook universiteiten. Universiteiten, ja, gaat... maar ook bij de bank. Dus de ja. hele ja. keten is zo gaan denken. Nou ja, en dat, is, en dat is dus. Dit is op de achtergrond van uh, het artikel in Science Guide: uh, dat je ziet dat die financiële overwegingen ook, ook uh, bij, uh, bij zo'n faculteit. dan ja. uh, toch heel <coughs> belangrijk zijn. En dat wetenschappers het gevaar lopen toch voor die verleiding te vallen. Uh, en, en, en de, hier ja, en lijkt dit, dat toch ook aan orde dus, te zijn. En dit zorgt dus voor die disbalans hè, waar ik het over had. Hè, dus dan ga je naar die e economische kant toe... en dan krijg je een disbalans totdat het te ver gaat... en dan krijg je een correctie. En we zitten nu in de tijd dat we zeggen, nu is het klaar. Uh, uh, ja, jij dat zegt je het rustig, maar ik denk dat best veel mensen... Die, die zitten niet meer in die rust. Ik ben zelf ook ondernemer. Veel ondernemers zitten nu gewoon... Ja, is ook zo. Ja, want ja. maar een beetje een soort foutje, sorry, bedankt. Nou, dan moeten we blij zijn dat ze dat zegt. Maar ja. heel veel zitten nu op de blaren. Nee, absoluut. En, is... en hun pensioentijd, nee. uh, dat zijn best grote dramatische de Grote gebeurten. dramatische dingen. Uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus, uh, en ik, ik, ik zie de ondernemers ook. Uh, maar als wetenschapper zeg ik, ja, het is een uit balans geslagen. Dat ja, ja, jullie krijgen lekker je salaris doorbetaald, zeg maar. Dat, dat, ja. nee, ik snap <laughs> wat je bedoelt. ja. Dat is, uh, en de urgentie maakt een heel belangrijk ding. Ja, als, je, als je in Den Haag werkt op kantoor en het enige wat je moet doen is niet op kantoor niks doen, maar thuis niks doen, dan krijg je krijgt salaris doorbetaald, dan voel je het niet. Als je ondernemer bent en je boerderij wordt afgepakt, ja. nou, dan voel je het wel. Ja, he. Dus dat, dat is zei, een hele uh, andere urgentie. Absoluut. Ja. Dat, dat Absoluut. is toch een ander verhaal? Dus dan voel ik, als mens voel ik dat heel erg. Maar als wetenschapper zeg ik van ja, zo gaat dat nou één keer. Ja, dat ja, klinkt lullig. Ja, ja, ja. Net als dat je overgang naar een andere maatschappij. Ik zou willen dat het iedereen meedoet. Maar de geschiedenis heeft geleerd dat het altijd met oorlog en onrust gepaard gaat. Bestaande machthebbers gaan er niet mee stoppen. Ja, maar dat wordt dan zo meta dat je dan bijna. Ja... Ik, dan zeg we, ja, het is een beetje dit en daarna weer een beetje dat. Dan is het ook een soort, het is niks of zo. Maar je, je moet jezelf er ook toe verhouden. En welke moraliteit breng je in? Welk maar dat doen we hier toch ook. Dat, 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 en dat doet Bob toch ook. En dat doen, we, doen wij ook met ons, uh, ons werk. Dat doen we ook met ons kanaal. Je probeert natuurlijk ook toch een soort van taal te ontwikkelen. Waardoor mensen in staat zijn om uh, dat wat er om hen heen gebeurt... op een andere manier waar te nemen... Het is ook ja. echt een andere waarneming, ja. een andere gevoeligheid ook te, te ontwikkelen en, en dient ten gevolge ook een uh, uh, andere uh, houding aan te nemen en op anders te handelen. He, dus, dus het is uiteindelijk praktisch wat je doet. En dan kan je zeggen: ja, maar je, je zit niet zelf in de shit. Nou ja, dat is ook nog maar de vraag. jij zit in een andere Ja, je zit in een ja, andere zo... Maar je ziet natuurlijk ook uh, of het nou uh, Sam Brok is of Matthias of sommige wetenschappers die. Ja, je kon, Jordan je, je, Peters. Je, Jordan Peters, je, je komt ook onder druk te staan. He? Het heeft ook consequenties wat je doet. Dus, dus wel anders, je bedrijf gaat niet failliet, maar je kunt ook op straat komen te staan als je je nek uitsteekt. Je kunt ook gebrandwerkt worden, je carrière kan ja. uh, plotseling dood blijken te lopen. Mensen die zich nu hebben geroerd in het coronadebat en die in de medische wetenschap actief zijn, ja, die, die uh, eigenlijk op een zijspoor worden gezet. Dus... Uh, uh, maar inderdaad, uh, wanneer jij zegt: Ja, maar uh, dat is toch wat anders dan wanneer je boerderij onteigend wordt. Ja, er zijn altijd gradaties. Dat is waar. En, uh, uh, en, maar, maar wat de situatie is: uh, Socrates moest uiteindelijk zelfs de gifbeker drinken, uh, dus, dus, omdat hij een overtuiging uh, naar buiten bracht. Dat was het. En, 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 ja. en ik denk dat, dat uh, nou ja, goed, laten we hopen dat we niet in, uh, in, in zo'n situatie komen, maar je merkt wel tijdens corona was zelfs het verkondigen van een bepaalde boodschap al niet onder risico. He? Maar dan ga ik weer terug naar het artikel wat je gesprek hebt van uh, Hasma. Uh, ik weet, als je, als je zeg maar die overgang gaat, dan gaan er momenten komen dat er een soort momentum gaat ontstaan dat die nieuwe, dat die nieuwe wereld gaat ontstaan, hè? jouw nieuwe wereld. En ik zie dat soort signalen als signalen van nu gaat het toch gebeuren. Uh, dus je kunt zeggen, want, je kunt dus terugkijken en zeggen dit klopt niet en dat klopt niet. Mm. En mensen fietsen gaan. Dat is allemaal waarde. Ik voel met ze mee. Hè? Dat, uh, maar, wij kijken, maar ik kijk er ook naar, want het is een kantelpunt. We gaan nu wel de goede kant op. En dat is wel belangrijk. Hè? Um, ja. En uh, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van geweest, en dat is wat wij proberen te doen met Society 4.0. Eén is, nou ja, wat jij al zei, hè, dat is een mooie citaat van Johan Cruijff volgens mij, hè? Je ziet het pas als je snapt, hè. Ja. Dus wij proberen mensen eraan te geven... Als je het doorhebt, ja. Als je doorhebt. Nou, ja. dames en heren, dit is wat er aan de hand is. En als mensen zeggen, aha, nou snap ik het. Uh, dan, als je dan wil veranderen, dan hebben we nog een tweede ding nodig. En dat is een hoop perspectief. En dat zag je bijvoorbeeld in Oost-Duitsland, weet je nog, met het vallen hm. van de muur. Zeker. Ja, ja. Duitsland, Oost en West, de ene had het rijk, waren vrij, de andere zaten onder controle, waren arm. Uh, hebben ze heel lang volgehouden, uh, totdat de mensen zeggen, ja, wij willen zoals daar zijn. En op enig moment, en dan voel je gewoon dat, dat het eraan zit te komen, op enig moment gaan mensen lopen naar die muur toe en gooien hem ondersteboven en vanaf dat moment was het voorbij. En ik zit eigenlijk gewoon te zoeken, wanneer gaat dat nou gebeuren? Want het gaat gebeuren. Ja. En dit zijn van die momenten, van die signalen, hè, als nou zelf een burgemeester van Amsterdam uh, en zelfs de Volkskrant... Als die zeggen, ja, volgens mij is die muur een beetje aan het ja, dat trillen. Is, Dan gaat het wel dat gebeuren. Is, dat is mooi. Met mijn studenten leg ik altijd uh, een bepaald soort uh, ja, methode uit die ik, die ik hanteer. En die ik ook aan aan de filosofie, natuurlijk, uh, ontleen. En maar een belangrijke notie is uh, de, de zin. En, uh, en zin, in de, uh, zowel als de ergens zin in hebben. Ergens de zin van inzien. Uh, de, de, maar daarmee dus ook het tegendeel. Het iets onzinnig vinden, weerzin uh, voelen. Uh, en ik denk dat, en ik begrijp dat als een historische. Ik uh, dat ik je ging uh, zeggen, zingeving. Nou ja, daar zin, sta ik op te wachten. Ja, maar zingeving is voor mij eigenlijk. het is ook zinkrijging. Ja, de zin, ik krijg zin. Ja, eh, zingeving is me nog, bijna nog te actief. Ja? Mensen worden gevat eigenlijk door de, en krijgen zin. In, in denken, eh, ja, maar zoals... ik, bedoel, ik bedoel het anders. Dat moet een doel zijn, als ja. we met z'n iets willen, dan gaat het ook gebeuren. Dat is zingeving. Ja, nee, nee zeker. Maar, maar eh, het feit dat jij aangesproken wordt. En dat is iets wat voor een deel wat mensen ook overkomt. Dat is wat in de tijd, wat in de lucht hangt. Ik noem het ook wel resonantie in mijn boek. Iets gaat resoneren. Ja, en en uh, dit, dit is eigenlijk wat je bij Halsema ziet. Dat is inderdaad dat is een resonantie. En je ziet dat in kunst, je ziet het in muziek, je ziet het in bepaalde allerlei verschijnselen. En uh, zo heb je in de jaren 60 ook een soort, uh, nou ja, de vibrations, de vibraties. En dan zie je eh, dat, dat er plotseling iets, iets om kan slaan. Eh, dat is waar Dylan's The Times They Are Changing ja. over gaf. En, ja. dat, en dat voel je nu, The Times They Are Changing. Ja. Ja. Dat is, dat is de, is de, ik gooi heel even wat koud water. Er komen uh, andere tijden. In dit ja? debat? <laughs> koud water. Ja, ik, ik gooi maar. even wat koud water. Bij de koffiemachines, volgens mij, de afgelopen maanden ging het over de Barbie-film. Ja. Dus het ging niet over de. Verandering van de tijd. Of nee, maar nou, misschien moeten we daar een aparte uitzending aan wijden. Want ik denk dat er valt heel veel over die Barbie film. Daar ja, dan toch een paar, het, het uh, maar, paar uh, bites. Nou, wat ik... Uh, uh, heb jij hem gezien? Nee. nee okay, wel ik wel heb van gehoord, toch? Ja, ik heb er wel van gehoord. Uh, maar, maar mijn dochter die had een nieuw vriendje in Australië. En als het over Barbie had, dat is een barbecue in Australië. Oh, ja. Uh, oh, gaan we naar barbecue? Nee. <Guten> nee ik heb de film niet gezien. Hoe zie jij het? Nou ja, dan zeg je zoiets. Kijk, ik denk dat we er een aparte uitzending aan moeten wijden met Jelle. Want Jelle was ook erg enthousiast over Barbie. Maar laat ik er toch een paar. Hij duikt weg. Ik probeer hem te pakken te krijgen. Wat we zijn z'n drieën Ja, maar wat mij er aan opviel, aan de ene kant, is. en In die zin past hij ook bij Amerika, bij die virtualisering. Is het, um, het bijna het, het, het plasticen wat bij Barbie sowieso al had, het plasticke van uh, de hele vormgeving. Maar ook bijna het ontlijfde. Dus het past op een bepaalde manier bij een soort virtualisering die je ziet plaatsvinden. Uh, ook het feit dat uh, 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 het kussen niet in beeld... Uh, sowieso was het eigenlijk heel die lichamelijkheid. Ja, dat was echt awkward. Dus als Kenny ja. probeert een kus nee, te geven... Nee, dat is... Nee. Dus, dus dat, dat is ook... Dat wel zielig voor die jongen. Maar ook voor mijzelf. <coughs> kussen is zo lekker. Ja, dus dat is wel a sign of the times. Dus ik vind, ik vind dat, dat zo'n film dan massaal wordt uh, uh, bekeken. Uh, met zo'n vormgeving. Um, uh, ja, dat, dat eh, eh, want het was natuurlijk even naar, uh, jij bent ja koude kermis, uh, ja, dat even sluit... wat koud water koud doen. water. Het eh, um, sluit niet meteen aan op uh, uh, de, laten we zeggen, de, 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 de lijfwereld, om het zo maar te noemen. Uh, maar het, 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 in, zijn, in zijn populariteit wijst het wel op iets problematisch in, in, in mijn optiek. Uh, maar dan kunnen we dadelijk ook nog uh, misschien de, de kus van uh, ja. Rubialis uh, daarbij bij betrekken. <laughs> uh, uh, waar we wel ook denk ik, cultureel doorheen moeten. Er is, we moeten echt wel op. Zoals, zoals Bob het heeft over uh, nadenken, over die regio, over die plaats van die burger. Hè, is ook die vraag naar het lichaam, de lichamelijkheid. de... de uh, de, wat dat nu eigenlijk betekent, man-vrouw verhouding. Uh... Ja, maar ook zie de Zoomers vinden het eng om te bellen, bijvoorbeeld. Ja, ja dat is te direct. Ja, maar die Barbie, hè, want ik heb die veel niet gezien, nee. dus ik praat uh, voor mijn beurt. Maar dat is wel, dat is al een tijdje gaande. Ja, ja, nee, hè, er is al een tijdje gaande en, en dat komt met name van die techbedrijven aan, Boston Dynamics en zo, hè, dat soort bedrijven. Uh, de eerste keer dat zeg maar die, die link werd gelegd tussen mens en robot, want daar hebben we het eigenlijk over, hè, de robotisering was met Sophia. Sophia was een robot, maar met een menselijke uitstraling. We hebben allerlei filmpjes gemaakt om te laten zien. Joh, wat hartstikke leuk, ja. joh. Dan krijgen we hele lieve vrouwen en dat zijn robots. En, en, en je ziet het verschil niet tussen een mens en een robot. En dan zoeken ze ook een paar acteurs uit die ook op robots lijken. Dus het is al een tijdje bezig om ons voor te bereiden op een tijd waarin kunstmatig leven. Uh, dat, zeg maar een dat, dat onderdeel wordt. niet meedoet. Ja, en, en dan, uh, er zijn nu ook weer nieuwe robots gemaakt. Uh, met kunstmatige intelligentie. Hè? Humanoids noemen ze dat. Ja. En die humanoids zijn nou over een tijdje zijn ze net zo intelligent als een mens. En ze kunnen ze zo goed namaken dat je bijna niet meer het verschil ziet tussen een mens en een, en een robot. Alleen die robot zal altijd lief voor je. Dan krijg je weer een her. Nou ja, maar dan komen we weer terug op, over de net, over die zingeving. Je moet je voorbereiden vanaf 2030. Dan is in de wereld, van nou we leuk vinden of niet, zijn er uh, robots en die zien eruit als leuke mannen, leuke vrouwen. Uh, uh, en die kun je kiezen in plaats van de mens. Dus eigenlijk proberen die techbedrijven, ze willen eigenlijk dat menselijke en dat kunstmatige mm. door elkaar heen laten lopen. En uh, nou, dan krijg je dus, probeer je voor te stellen, in 2030 zijn er dan uh, robots, uh, en dan maken een, een robot van jou, hè, een, uh, zeg maar een, een kopie en, en van jou. Uh, en je kunt niet meer het verschil zien tussen echt en, en kunstmatig. Die robots zijn ook nog een keer intelligenter dan de mens. En ze kunnen meer, ja, ze, ze werken 24 uur per dag. Uh, dus eigenlijk gaat er een soort kunstmatig leven, gaat naast een, een intelligenter kunstmatig leven, een leven naast de mens. Dan is dan de vraag: wat onderscheidt ons dan als mens van robots? Um, en ja, dat is dan uh, eigenlijk meer de menselijke kant, nou, het lichaam, het, nou ja, het lichamelijke. Nee, nou, maar maar niet de fysieke kant daarvan. Nee, maar, maar het maar zit hem juist in de, in de menselijke, de ziel, de geest, uh, he, wat, wij, he, wat mensen met elkaar hebben, he, te kunnen aanraken, zoenen, uh, spiritualiteit zoals je wilt. Het is juist het menselijke wat ons gaat onderscheiden. En wat er nu gebeurd is al die tijd, is dat mensen zijn, ook in die fabrieken, een soort ja, vlees geworden, robots geworden, die heen en weer lopen van huis en dan gaan ze werken, komen ze weer terug en zo. Dus ze zijn als mensen eigenlijk ongespiritualiseerd, nou dat is een, geen, geen Nederlands, dat weet ik ook wel... maar zeg maar de ziel, de zingeving, de geest is eigenlijk uit de mens gehaald... om zoveel mogelijk een, een human resource te worden, zeg maar een, een productiefactor. Nou, dat, dat wordt overgenomen, die mens wordt overgenomen door intelligente robots... en dan krijgen we in, inderdaad weer een soort, soort crisis. Wat zijn wij als mens dan eigenlijk? En natuurlijk mag Barbie niet zoenen met Ken... Want dat zou tegen het narratief zijn. Want het narratief is dat je beter zeg maar, als partner een, een, een robot kan hebben. Want die kun je zelf bepalen hoe ze eruit zien, hoe intelligent ze zijn. En die gaat tenminste een eitje koken ochtends. doet een, 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 een vrouw doet dat niet. Hè? Die, dus, dus die kun je helemaal programmeren wat je nou wil. Je maakt je kunstmatige partner. En je moet ook niet onderschatten hoe ver dat kan gaan. Want er is een onderzoek geweest in, 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 in Japan... En hebben ze een onderzoek gedaan onder Japanse mannen van stel nou je mag kiezen tussen een vrouw en een robot, wat zou je kiezen? Ja, die Japanners zijn dan mm. natuurlijk echt. Ja, wat denk die, je? die hebben daar een feit. Dus jij robot? Japanners zeggen robot. Hoeveel procent? Ja, dat veel denk ik. Ja, is dus een groot. 60. Wat denk jij? Nou, ik denk ik, nee, geen idee. 40 procent. 80 procent. Ja, nou, nou. 80 procent nou. van de mannen. Ja. Ja. Nou, dan wordt het wordt het tijd dat ze wat aan de relatie gaan werken. En weet je hoeveel is... procent van de vrouwen trouwens? Dat is misschien een leuke vraag. Dus 80% van ja. de mannen heeft liever een robot dan een vrouw. Ja, en, maar, en de vrouwen hoeveel? Ja, wat, maar vrouwen, vrouwen ook hoog hoor? Dat denk het ook minder. Ja. 40%. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja daar snap ik naar niks van. Dat, maar... Dan denk ik van, dat, dat is, dan vind ik vrouwen ook irrationeel. Maar hoezo? Nou, wie wilde nou met een man leven? <laughs> Oké, okay. um, dus maar, maar goed, uh, wij, wij, wij waaien <laughs> waai er nogal uit, uh, Marlies. Um, uh, maar, maar we moeten een keer apart uh, over de, de Ja, maar ik vind het wel mooi, een mooie inbreng. Wat, ja, nee, zeker. Maar het was een reactie, daarom zeg ik het. Was, het was even een reactie. Jij zegt van, ja, even het, 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 het koud water mm -hmm. hè, op... Uh, op die, die hele thematiek van die, van die regionalisering... Nou ja, de andere tegenkracht is, want daar hebben we het natuurlijk ook over... Hè, is uh, dat je ziet dat mensen juist uh, steeds verder eigenlijk... Uh, uit, uit hun lijfwereld gerukt worden en eigenlijk dehumaniseren. En ik denk dat dat, dat, dat thema... Een groot thema. Dat, ook wordt. dat wordt, een, wordt, een, wordt een groot thema. Dus in die zin is het terecht dat je het inbrengt. Hè, want want er, er is zowel een beweging... en daar ging eigenlijk mijn boek... Uh, Staat van uh, verwarring, wow. ging daarover. Hè? Dus dat is precies ook die, die lijfelijkheid. Ik moest zo aan jouw boek ook denken, ja, die film. Ja, ja, nee, absoluut. Dus, maar dat is die, dus die vraag naar de lijfelijkheid. En, um, en die juist, dus geestelijkheid en lijfelijkheid die je niet zomaar kunt scheiden. Dus dat, dat, hè, en dat is de, de kus, is precies een voorbeeld ja. daarvan. Hè? Uh, en, en dan zijn we precies bij het thema. waar. Uh... Nou, wie wil jij nog inbrengen, Ad? ja dus, dus voetbalvrouwen uh, de, ja, nou ja, in Spanje we, we, we wouden hem twee weken of drie weken geleden volgens mij al uh, uh, twee, ik denk in ieder geval twee weken geleden al, uh, al, al bespreken want hij viel me toen meteen op uh, de, de kus van uh, die uh, trainer van de uh, voetbaltrainer uh, de, de, nee de, de voorzitter van de uh, Spaanse voetbalbond uh, die, die Rubiales is dacht ik Rubiales en die, die heeft uh, ja, bij de ...de uitreiking van de, de wereldbeker die de vrouwen natuurlijk in de wacht hadden gesleept... ...Jennifer Hermoso op, op de mond gekust. Uh, en uh, ja, niet dat dat thema me als zodanig nou heel veel interesseert... ...maar wat ik dan wel fascineerde... Was, was dat tegen haar wil in, trouwens? Nou ja, dat is dus het hele punt. Op een goed moment zie je dat filmpje voorbij komen... ...en ik, en ik, en ik heb zitten kijken naar, naar dat filmpje... En, uh, en dan denk je, ja, wat, wat gebeurt daar nu? Hè? Wat, 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 wat... En uh, wat ik vooral zag, is een, uh, een, 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 een man die uh, totaal uh, uh, uitgelaten was. Gewoon heel blij dat ze hadden gewonnen. Ja, uit, uh, boven zijn bier. Ja. Hij stond, uh, hij, stond uh, ja. de, de, hij was te, de, door het Op ja. Het moment van Ja, uh, leven. Ja, ja en... en, en uh, en vervolgens uh, zie je dus dat hij al die vrouwen om. En, en kennelijk had hij met deze wel een aparte klik. Hè, want hij zat en, en hij, op een goed moment pakt hij hoofd bij en kust hij er zo op de, o, 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 op de mond. En, maar dat, dat gebeurde in een soort extatische ja, toestand. Een fractie hè? van het seconde. Echt een echte fractie, omzoen, nee, het, zo, het he? was gewoon zo. Nee. Zo ja. op de. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat heeft al een dag later of zo, of misschien is het op Twitter al meteen begonnen, ja, heeft, dat ongelijk. Dat, uh, heeft dat ophef uh, veroorzaakt. Nou is het interessant dat er toch nog wel filmpjes uh, naar buiten zijn gekomen, ook over uh, de spelersbus waar de vrouwen in zaten. Weet, het begon al in, bij uh, de, in de shower, het begon uh, al in de douche. Dus daar bij de kleedkamer. Ja, maar ook, maar ook, maar ook, in, de, ook in de bus. Ja. Uh, maar dat was eigenlijk allemaal nog heel feestelijk en uitgelaten. Van uh, kus, kus, kus. En dat is uh, allemaal, uh, oh ze zijn verliefd. En, uh, kus, en, het, uh, en dat was uh, dus het, uh, Dat was eigenlijk allemaal nog in een enorme jolige en zo'n carnavaleske uh, atmosfeer. En uh, wat ik zo fascinerend uh, vind, en dat is natuurlijk tekenend ook voor onze tijd. Uh, is, is hoe deze actie, hè, dus die uh, in zo'n setting, die op een bepaalde manier is, die en heel privaat en heel publiek, hè, want het wordt gewoon ja. gefilmd, um, uh, hoe, hoe, die, hoe die een, een ongelooflijk politiek symbolische lading krijgt. Wereldwijd. Wereldwijd. He, en he, terwijl onder, je zou kunnen nou, zeggen, oh, vraag, wat, wat deed ze tegen haar? Nou, dat is dus. dus was het met haar de, toestemming? De, de, of? Nee, maar de, 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 dus nadien heeft, heeft zij gezegd, nee, dat was uh, tegen mijn toestemming. En inmiddels heeft ze ook een, uh, volgens mij een officiële Klacht. aanklacht ja. tegen aanranding uh, ingediend. Alleen de, 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 de en dat is gisteren of, dat, of deze week uh, gebeurd. Uh, maar die, die zaak die escaleert. En wat, wat heel interessant is, is dat uh, de, de, de psycholoog James Hillman, waar ik een grote uh, bewonderaar van ben... die zegt ergens, het zijn niet zozeer de gebeurtenissen uit uh, ons... Uh, nee, de, de, de herinneringen... Uh, nee, de gebeurtenissen uit ons verleden uh, waardoor wij worden bepaald... maar de wijze waarop wij ons deze herinneren. Ja. Dat is schitterend. En wat je dus ziet, is dat die gebeurtenis, die verandert... Dus die, die, die verandert bij die vrouwen, die verandert bij haar. Dat is niet meer dezelfde gebeurtenis. Nee, dus achteraf dus, wordt je ervaring herschreven. Die, ja, ja. Dus, dus die, ja. Die, uh, en, dat, en dat heeft alles te maken met dat hele maatschappelijke klimaat. Van, joh, uh, wat heb jij nou. Hè, daar komt Ik heb die. Kijk eens, die man. Hè, die, terwijl die man, uh, ja, dat is een soort panachtige verschijning. Kaal, en die was gewoon. Uitgelaten. En, en het, verder niet om, om hem goed te praten. Wat maar dat panachtige was. De, verschijning. Nou ja, dus de, 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 de god Pan. Hè? Met die grote vallers. En, en, oh, uh, dat zou die... ik ook zeggen. Ik blijf bij me <laughs> Nee, maar Pan heeft natuurlijk een bredere uh, betekenis. Het is een. Wij noemen dat nu grensoverschrijdend gedrag. En, en, en dat is wat er nogal eens wil gebeuren op, uh, op, op feestjes. En ook uh, op, bij, bij, op carnaval. Dus wat je. Wat je ziet is die man verliest een bepaald decorum. Dat is dat die, en dat is allemaal niet kwaad bedoeld en zo. Ik moet zeggen, maar, maar, maar dat is de hele atmosfeer die je, die je daar ziet. En ook die vrouwen staan ook te springen en te dansen. En, en nadien wordt dat dus iets anders. Nadien wordt het dus machtsmisbruik, vernederend. Het, het, is, ook wel, het is ook wel jammer eigenlijk, hè, want ze hebben geweldige prestaties geleverd. Ja, iedereen absoluut. feesten en zo, iedereen knuffelt op elkaar ja. en zo. Dat zou herinnering moeten zijn. Ja, en, 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 en het en wordt je dus iets het helemaal uit een andere Absoluut. context. Ja, maar vanuit de vrouwenbeweging dan wordt natuurlijk gezegd van, ja, voor de better good moeten we dan hier overheen stappen. Nee, nee, nee. Maar ik vind ook, kijk, daarom was mijn vraag ook, kijk, als, als die vrouw zei dat dat was ongewenst, nou, dan moet hij ook strafverklaring. Dat is heel Ja, makkelijk. maar het is juist wat Ad beschrijft. Alleen het, het is net is, het, is, zo diffuus. het is diffuus. Dat is zo dat is het ja. is carnaval. En we doen dat alsof het geen carnaval is. En dat is dus die dus die. Um, ja, maar ook dan ook moet... geen voeling meer voor de setting. Uh, als het, uh, dus dus, dus wat is het nou precies? En dat vind ik eigenlijk jammer. Hè, dat, 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 dat we niet in staat zijn om dat soort gesprek te voeren. En die, en die vrouwen moeten eigenlijk meteen al. Oh, maar wacht even. Nee, maar dat wilde ik niet. Ik ben gewoon aangerand. Ja, uh, en terwijl uh, ze, 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 ze hebben. Eigenlijk met elkaar in een soort sfeer verkeert... waarin dit soort dingen gebeurt. Dus carnaval. Dus het, is, het was een soort carnaval. Voor mij maakt dat niet zoveel uit als, als, als die vrouw dat niet wilde, echt hè? Ja, nee, maar, maar, nou, jij, maar, nou, maar jij doet net alsof echt? dat bestaat. Alsof nee, er precies. juist in deze, in deze sfeer, laat ik maar even precies, zeggen. Dat sfeer. Het punt. Dus zeg dat's dat ik punt. iets dichter bij jou ga zitten of zo, dan komt er dus een sfeer. En dan, dan, dan is het diffuus. Dan kunnen dingen diffuus zijn. En dan heb jij een andere herinnering Wat? dan ik. Of dan kunnen we een uur later weer een andere herinnering hebben. En drie dagen later... Ja, maar ik ben er, ik ben er inderdaad redelijk strak in. Ja, maar dat is uh, ja? dus juist ja. vaak die situatie. Nee, maar ik probeer is even aan de in te staan. Er mag er anders in staan. Ja. Ik sta er zo in. En, en waarom is dat zo? Omdat als je, uh, als je kijkt naar, uh, naar de afgelopen, laten we zeggen, honderd jaar is natuurlijk vaker grensoverschrijdend gedrag geweest vanuit de katholieke kerk. en mensen met macht en zo, die veel verder gingen. Er is natuurlijk erg veel misbruik geweest en zo. Ja, ja absoluut. Uh, en, en ook tijdens carnaval. Uh, en, en, dus het is wel een, een grens die je moet bewaken. En dat vind ik altijd het belangrijkste. Kijk, als zij zeggen: ik wil mijn gekeurd worden klaar. Dan is de hele wereld, joh, hoe moet ja. je niet mee? Het is mijn wereld. Uh, wat, wat jij doet met je, ja. met je, maar, je, je maar waar eh, normen waar moet jij weten. Maar als zij zegt van dat is niet goed, dat, dat, dat vind ik in ieder geval heel, ja. heel bepalend. Ja. Nee, Al, nee, maar, je moet namelijk altijd goed praten. Ja, nee, nee, nee zonder, meer. zonder meer. Maar ik, dus ik, 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 ik keek naar dat fragment en ik zag het gebeuren. En ik, eh, nadien komen er nog meer uh, beelden vrij. En dan, en dan zie ik iets van dat, die feestelijke uitgelatenheid, dat carnavaleske als een soort. En. en uh, Kater daarna terug. Ja, ja, ja. Dus ik, ik weet niet hoe jij het hebt, hebt gezien of ervaren. En dat is verder. Dus het gaat er me niet om uh, uh, de, dat ik uh, eh, wat jij zegt uh, uh, daarin iets wil afdoen. Als, als, als zij dat pertinent niet wil. Of maar het punt is hier. Dit gaat over sfeer. Over, we hebben het net gehad over de hele coronatoestand. Hè? Waar mensen ook in een sfeer terecht zijn gekomen. waarin ze allerlei dingen doen. En dan kun je dan aan het zien zeggen. ja, maar dat wilde ik helemaal niet. Nee, ik wou dat niet. Nee, wacht even. Wacht even. Nee, je verkeerde in een, in een sfeer. En dat, is, en dat is wat ik daar zie. Je, je, men verkeerde in een soort uh, roesachtige omgeving. Uh, en, en je kan zeggen, hij heeft daar misbruik van gemaakt. Oké. Okay. Maar hij, hij zit daarin, dat team zit daarin, zij zit daarin. En daar, daar heb je een type interactie. Wat je eh, niet eigenlijk eh, op, op, op een manier kunt interpreteren. Waarin je zegt van ja, heb we dat van tevoren gevraagd? Hoe weet je dat? Dat is veel te diffuus. Maar wat, te diffuus. als je vraagt hoe zit jij er dan in? Kijk, uh, ik heb natuurlijk te maken met, toch, met blote vrouwen. Ja. Ja, dus door lingerie. Dus ja. dit is een terrein waar ik me al dertig jaar ja. op begeef. Ja. En uh, wat ik me altijd, of het nou is discretie met omgaan, met maten. Ja. Uh, met mate van bekende Nederlanders of celebrities die je draagt. Ja. Of bij shows, of als ze door komen, passen. Of er is in ieder geval altijd, heb ik, zit ik op dat diffuse gebied. Ja. Ja. En ook zeg, uh, zeg heel even, als, wij, als ik, uh, heb ik iets heb ontworpen, daarna passen we door op een echte vrouw. Hè, en dan is het, ja, ik kijk alleen maar daarna. Ik kijk alleen maar naar die BH en slip. Maar voor haar is het haar lichaam. Ja. He, dus ik moet dan, als ik nee, ik wil dit zo. en ik ga zo zitten trekken en doen aan haar lichaam. gewoon mm. van nee, maar ik wil dit bandje zo. en dan raak ik een beetje geïrriteerd, want het is niet wat. Ik... Maar ik moet altijd blijven. Ja, me, me tot, die, tot die werkelijkheid ook verhouden. Even vanuit jouw achtergrond, hè? sta je dan dichterbij. Als ik, als, ik, als ik jou even als een rekkelijke. defineer mezelf, mm. precieze, want even, even als polariteit ja, zetten, ja. zeg maar. En we hebben allebei geen gelijk, hè? Dus ja. het zijn twee. Uh, hoe sta je dan vanuit jou, zowel vrouw als professional, hè? Want dat, hè, dat zijn we in dit geval ja. niet, maar jullie, jij wel? Zit je dan meer richting de precieze of meer richting de de Ja, het is maar net hoe je dat dan. Wat je precies. Ik vind, je moet het voor zijn. Pro ik moet als leider proberen geen situatie uh, te creëren waar het überhaupt kan gebeuren, het, en dat is bijvoorbeeld bij een show. Geen fotografen backstage, geen mannen backstage. Kijk, ik bedoel, Sidan, ja. die wilde ook dan achter toen ik een show in Parijs had. Van, uh, weet je wel, nou, uh, de zoon van Jacques is uh, hier, lekker bij die meiden. Nou, nee, er komt hier niemand bij die meiden. Als die meiden aangekleed zijn en ze willen met jou weg, dan is het niet meer mijn verantwoordelijkheid. He, dus je probeert je verantwoordelijkheid op tijd te pakken. En daar waar uh, vrouwen kwetsbaar zijn. He, omdat ze bloter zijn. En je zou dus ook kunnen zeggen. He, die, die spelers zijn ook kwetsbaarder. Ja, dan moet je dus proberen altijd zo'n moment voor te zijn. Maar ik wil ja, niet dus zeggen dat het mij ook altijd lukt. Maar je kan ook zeggen, je gaat al op de tocht staan om griep te krijgen. En die maar moet je dus proberen dicht te zetten. Als je vertaal naar die Spaanse voorbeeld, dan zeg je van nou, die voorzitter had gewoon niet daar naar het veld moeten gaan. Want daarmee maak je eigenlijk al ja. mogelijk dat uit. Het is, het is moeilijk, want je, je dehumaniseert jezelf ook weer bijna... Hè? want het is een menselijke emotie. Uh, maar ik zou, ik zou daar toch als man al zeggen... ik moet daar gepast... Afstand nemen. Ja, ik vind het ook buitengewoon schadelijk. Ja, da, da, ja. ja. Dames, dame, dame zei ik ook, dame zei ik ook, hij verliest het decorum. Maar dat, dat gebeurt ja. in een. Eigenlijk, die spelers, iedereen, maar hij, ja, hij draagt die ja, verantwoordelijkheid. Ik weet het maar. Dat, dat... Dat, zou, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Wat ik wel fascinerend vind. En, en, is dat je ziet, die kus wordt dus iets anders. Ja. Die kus wordt een politieke daad. Ja, dat is, dat is een heel Ja. En dat, en dat, dat is natuurlijk fa fascinerend zet. wat daar gebeurt. Ja. Dus, dus die, daar komt iets in en, dat, en de, daarom moet die vrouw, die kan eigenlijk ook niet meer beschrijven hoe zij dat heeft ondergaan. Nee. Nee. Want dat kan niet meer. Nee. Want zij is, zij is overrompeld door een man en, ja, dat, en, en dat is ook het verhaal wat, wat, wat ze nu heeft. En, en, en misschien als ze dan terugdenkt, denkt ze dat ook wel, omdat omdat ze anders is een soort van... Uh, ja, ben jij een, uh, ben je, ben je een halve slet of zo die je maar op de mond laat kussen door een man? Ja, maar je kan man, herschrijven he? ook, dus, hè, je herschrijft ook Maar het is, het is heel het complex is, geworden. Dus de wijze waarop zij zich deze gebeurtenis herinnert... Is, is dus helemaal veranderd door die politieke dynamiek... waarin dit een enorme symbolische uh, betekenis heeft gekregen. En wordt de hele wereld, dus met een kus bezig is... Ja. ...die, uh, die uh, een seconde heeft geduurd of zo. En, en, en tot en met de moeder van de dader, die uh, zegt... ...ja, mijn zoon is zo'n goeie jongen, die is hongerstaking gegaan. Nee, bedoel, het, is, het heeft ook iets van een karikatuur. Een En ondertussen uh, sneuvelen er uh, duizend jongens aan het front per dag. Weet je wel? En daar hebben we het en, niet over. En, 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 en dat is iets raars. Heel vreemd is dat. Dat is iets ja, raars, ja. weet je wel. En ieder, dit en dat. En het is, man, maar goed, en... je kunt ook zien, ook dit is weer een sign of the time. Dit is absoluut. Dat dat nu gebeurt, zegt iets over onze tijd. Hè? Absoluut, dat, dat... absoluut. En, en dat is natuurlijk wel zo. Hè? Dat, zeg maar, de, 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 menselijk, de menselijkheid zeg maar, van onze samenleving, hoe we met elkaar omgaan, intimiteit... Ik gaf dit het voorbeeld dat heel veel propaganda zeg maar, om te dehumaniseren eigenlijk. Hè? Om zeg maar, toe te laten dat de dadelijk robots zeg maar, um, kunstmatig leven ook onderdeel van de samenleving zijn. Dat is dus wordt naartoe gewerkt wordt. Zeg maar. En dat betekent dat de mensen ook een beetje kunstmatig moeten zijn. Nou, elke intimiteit hoort er niet bij. Ja, nou, die zou het iets kunnen zien als een sign of the time. Want ja, en ook, dit is weer zo'n vraag: van waar staan ja, we als mensen nou daarvoor voor? Ja. En, en ook dus een enorme rigiditeit, hè. Bij een, een puriteinse rigiditeit, dat je ook niet meer in staat bent. Die kus. Uh, te zeggen... Nou, dat wil je niet moeten doen. Nee, nee, het is klaar. Die man moet weg. Hij moet nou, maar, ik, we, 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 is, we moeten, we moeten is, afronden, maar wat ik nog <laughs> eigenlijk nog. Dat dit in Spanje gebeurt. Ja. Want ja. juist, ja, is... de Spanjaarden Absoluut. zijn zo van die kus. Ja. En die ja. kussen elkaar en knuffelen elkaar. Ja. Wij, wij zijn nog die. Soort ja, ook al, de kus op de mond is daar ook nog wel iets anders. Hè? Is echt daar ja. gewoon in coronatijd. Het was toen, even kijken we wil. Ja. wij, toen was ik op Ibiza. Nou, wij waren allemaal, je moet van elkaar weet je wel, afstand houden en zo. En mijn dochter en ik, we, we kregen gewoon een slappe lach. Iedereen daar, kussen doen, ja, likken, dingen. Het, het zit zoveel he? dieper in de cultuur. Ja. Dus dat, dat zij de kus. Ja, maar ze zijn, pas in, ja, maar ze zijn er pas in tweede instantie uh, zijn, zijn ze allemaal in beweging gekomen. Ja. En ook die mannen hebben nu, nu ook gezegd, nee, schandalig dat dit ja, gebeurt. Dus, is, dus, dus, met dus je ziet echt, uh, echt een, een collectieve geest. Ja, heren, ja. ontzettend bedankt. Ik heb ervan genoten. Bob, heel fijn dat je even aanschouwt dank en voor de uitnodiging. Even weer op scherp zetten. Oh, ja. Bedankt. Zeker.